The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to Calling from the Underground. Welcome to the AA. It is alweer even geleden, dus, hoog tijd for a Calling from the Underground. In 2018 zaten ze met hun debuut full length Unfold the Godman in de tweede aflevering van Calling from the Underground. Sindsdien is het hard gegaan met het psychedelisch post-metal collectief uit Mechelen. De plaat maakte wereldwijd furore nadat ze heruitgebracht werd door het Duitse Pelagic Records. In 2020 debuteerden ze op de... 42 e plaats in de zwaarste lijst op Stubru met het nummer The Fall of Consciousness. En dit jaar werd diezelfde zwaarste lijst zelfs gepresenteerd door zangerbassist Thomas Michiels. Op 14 mei verschijnt Emerald, een split EP die ze opnamen met de Noorse band Saver. En wij praten vandaag met zanger-gitarist Stefan de Graaf van het machtige Psychonaut. Welkom terug. Dank u wel, Alex. Er is veel veranderd he, in de tijd. Dat, dat kunnen ik wel zeggen, eigenlijk. Ja, dat is ja. straf. Ja. Ja. Jullie zijn zo bijna gegaan van dat heel cool, nobel, onbekend bandje naar de ridders van de Belgische metal, Om het zo wat uh, overdreven te stellen, maar ja, toch, toch goed ook gesteld, niet Helemaal ja. eigenlijk. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe is het eigenlijk? Ja, goed. Nu eigenlijk, momenteel in uh, deze stille tijden. Ja, het is gelijk dat je zegt, Het is eigenlijk voor ons nog wel een goed jaar geweest um, gezien de omstandigheden. Mm -hmm. Heel veel goede dingen gebeurd. Ja. Maar we hebben natuurlijk er ook gewoon heel hard voor gewerkt en we hebben nooit echt onze kop laten hangen. Um, van het moment dat we eigenlijk door hadden: van oké, okay, er gaan geen live-shows zijn, uh, hebben we beslist om gewoon uh, een beetje vooruit te kijken en te zeggen: Oké, okay, dan worden het dus inderdaad even livestreams. Uh, dan wordt het inderdaad maar schrijven voor de volgende en uh, ja, we maken er het beste van zeker. Mm -hmm. Veel op onze sociale media gedaan, gewoon gezien dat we altijd iets interessants hadden om te vertellen. Ja. En, uh, dus ja, al bij al kunnen we absoluut niet klagen. Nee. Mm. Het is wel uh, zot, dat toen, toen jullie hier zaten, was het nog eigenlijk in eigen beheer dat uw plaat was uitgebracht. Klopt. Maar dan hebben we getekend uh, bij Pelagic Records, wat toch uh, niet de minste is. Hè? Zeker omdat uh, wat jullie over praten, bands dat je als invloeden beschouwde of dat mm -hmm. je heel cool vond. Zoals Net The Ocean of bands als Cult of Luna. Wat daar, daar allemaal bij zit, natuurlijk. Hè? Zo bands, bands als Cadaver en zo. Voor ja, mensen. Ja, ja. Thuis, mega cool Duits label. En uh, hoe, hoe zijn het daarbij geraakt of hoe is dat allemaal gebeurd? Dat is voornamelijk gebeurd eigenlijk door uh, Didier, onze merch guy, die jullie ook kennen, Didier mm -hmm. Goosters, die is hier ook geweest. Um, Didier die heeft op een bepaald moment um, contact opgenomen met Dennis van Pelagic Hij is de distributiemanager. Um, met eigenlijk de vraag: van, kijk, zijn jullie geïnteresseerd in een uh, distributiedeal um, voor, voor die plaat? Want uh, die gasten hun vinyls zijn op en uh, die hebben geen centen voor die zelf terug bij te drukken. <laughs> um, En wonder boven wonder, ja, was dat eigenlijk redelijk snel zo van oké, okay, deze plaat is cool. Um, dat is tot bij Robin geraakt, de label manager en dus ook de gitarist van The Ocean. Mm -hmm. um, en die uh, ja, was mega enthousiast en die zei van ja gasten, uh, tuurlijk kunnen wij een distributiedeal doen, maar kijk, anders dan tekenen we gewoon, dan uh, doen we het gewoon echt for real. Hè. Wat denken We doen een platencontract en al en wij zoiets van is echt. Zo, <laughs> <laughs> zo ja, oké, okay, dat is cool. <laughs> Um, ja, dus via, via Didier eigenlijk, via Dennis en dan zo naar, uh, naar Robin en dan onze manager uh, Thomas van Dingene heeft dat dan natuurlijk helemaal opgevolgd en uh, contractjes en zo allemaal geregeld en ja voordat we het wisten eigenlijk was dat gewoon binnen en hadden we een contract getekend bij ja eigenlijk gewoon een van onze favoriete labels ja, ja. En wat, wat brengt dat teweeg? Want ik kan me voorstellen hè, ik denk dat ik zelfs ergens gelezen had dat je zei van uh, er waren reviews in talen die dat ik zelfs niet kon lezen, hè, dat je ineens door hebt van je gaat ineens wereldwijd hè, ja, want ja, ja, je gaat ja. van in België hé, hey, kei toffe band, naar ineens hoorde van heel de wereld van alles Ja, inderdaad ja, ja, Reviews in het Grieks en in het Pools en in uh, weet ik veel wat nog allemaal vertalen, uh, dat is even slikken en dat waren ook gewoon heel veel reviews dat, dat ja. bleef maar komen en dat is uiteraard dan door ja, het persteam dat daar echt achter zit bij Pelagic, hè. maar Allemaal mannen die ja, gewoon heel goed weten wat ze doen, heel goed georganiseerd zijn. En dat was voor ons echt, echt serieus verschieten, die respons dat daarop kwam. Mm. Want we hadden ergens zo wel het gevoel van ja, in België kennen de meeste mensen die plaat nu al wel. Um, ja, en, en misschien in Nederland en zo en een beetje de landen rond België ook. Maar om toch te zien dat daar nog zoveel meer volk is opgesprongen en zoveel reviews van overal is gekomen dat. De ja, dat was echt heel zot eigenlijk. Waren ze positief? Of werd er ook zo'n aantal gehad dat je dacht, ah, of viel het Ach, goh, mee? Eigenlijk viel dat heel goed ja. mee. Um, een aantal dingen die soms terugkwamen, uh, waren ja, het, het zijn wel heel lange nummers soms. Uh, de plaat had misschien tien minuutjes korter mogen zijn. Er staan een nummerken op dat eraf had gemogen. of zo. Maar eigenlijk waren de meeste heel, heel positief. Dus ja. Ja, kei dankbaar daarvoor natuurlijk. Dat zijn er ook dingen uit voortgekomen? Eh, Vooral eerder, want eh, hebt geluk en een ongeluk, natuurlijk. Dat overkomt u allemaal. En dan komt uh, COVID en ineens is het allemaal gedaan. Maar waren er al direct aanvragen van het buitenland om te gaan spelen? Of waren er tourplannen? Of? Ja, ja, die waren er zeker. Um, dat lag nog niet helemaal 100% vast. Maar er waren echt wel uh, semi-concrete plannen voor uh, Europese tours en zo te doen. Mm -hmm. Die dus uiteraard allemaal uh, in het water zijn gevallen. Eerst was dat van oké, okay, we stellen het even uit. Die lockdown, een paar weken, een paar maanden, hè, we zien wel. En uh, ja, dus tot op de dag van vandaag is mm -hmm. dat niet het geval. Gaat dat nog altijd niet, <laughs> uiteraard. Um, ja. Ja, ja, dus die plannen waren er. Er waren veel plannen. Ja. Maar het is wel het is. True, ja. Yeah. Dat is ook de ding. Dat is, dat is, dat is jammer, maar helaas, als je nu bands interviewt, moeten daar altijd even een beetje door. Want iedereen zit zo in die shit. Eh, ongeacht hoe groot dat je bent of ja, ja, waar ja. dat je komt, of wat dat is. Het is. Er zijn ook even geen grote artiesten meer. Hè? Het is allemaal een ja. beetje hetzelfde. Dat is ook wel ja. een beetje zot. Omdat je ook voelt, hè, zelfs als er dan even wel iets doorgaat, dan zijn dat van die sowieso gelimiteerde bezettingen. Er kan mm. maar zoveel. Dus. Mm. Je ook geen verschil meer zien tussen een band die je de boel uitverkoopt, of die je maar zoveel mensen trekt. Ja, ja, ja. Dus zo ja, op zich, kan dat soms ook nog wel iets stof zijn, omdat je dan zo een soort back-to-basics gevoel hebt, maar aan de andere kant. Ja, is het jammer dat je niet kunt zeggen fuck it man, die volle zalen had wel cool geweest. Het had echt heel cool geweest, <laughs> ja, ja, dat is uh, een, een verschrikkelijk gemis, hè. Dat... Mm -hmm. Allee, we hebben nu gisteren bijvoorbeeld nog een livestream gedaan, uh, een, ja. een heel bizarre livestream in zo'n videogame, ik weet niet dat je daar iets van hebt opgevangen. Mm. Nee, nee, nee. Het was heel, heel straf uh, georganiseerd door uh, Soundstorm, en dat is dan eigenlijk een, een uh, ja, een, een gast heeft eigenlijk een virtuele arena ontworpen, uh, waar je dus je moet dat downloaden, je moet een avatar maken en dan kun je eigenlijk in die arena rondlopen. Um, en in die arena staat dan een scherm en dan zie je dan ons spelen. En je kunt dan zo motion en, en, en vuurwerk afsteken en al die dingen. <laughs> dus, uh, Wel graaf. Ja, ja um, dat hebben we gisteren gedaan en dat was uiteraard mega tof. Maar ja, dat gaat nooit of nooit een zaal vol zweterige, stinkende mensen vervangen. Hè. Dat, dat... Nee. Ja, dat... Maar dat was aan jullie stonden dan gewoon zelf op te treden, ja. live dat wel. En dan, ja. dan is eigenlijk een, een evenement, maar, maar ja, ook niet. Hè? Ja, exact. En ja. wij wij hadden eigenlijk het scherm voor ons, dus wij zagen eigenlijk iedereen ook wel terwijl we aan het spelen waren. Iedereen zijn avatar, zagen we dan wel. Ja. Dus dat gaf nog wel echt het gevoel dat het, dat het echt live was en dat er publiek was. Mm -hmm. En na, het, na een nummer werd er geapplaudisseerd en zo. Ja, dat is wel <laughs> cool. Ja, hoeveel mensen waren er eigenlijk? De enige idee hoeveel volk dat er, um, er was? Ik geloof Indian Arena, ja. 70 of 100 man. Maar gaat dan ook de Facebook-stream live, uh, ja. de, um, de YouTube-stream. Ik denk in totaal een man of 300 of zo is ja. er, uh, was aan het zien. nee hey, cool hè. Ja, dat ja, is best oké. Okay, ja. ja. Ik weet niet of... Ja. Uh, ik herinner me, dat was de dag van de lockdown, denk ik. ging normaal gezien uh, de Jeroen Fleddy Melkuli, ja. die, in, in, uh, die ging zijn plaat voorstellen, just. die net zijn release show. Just, just. Dat is denk ik de allereerste livestream dat ik gezien heb. Omdat hij ja, ja, ja. zei van, we gaan dat dan toch maar doen. Zo. Wat, ja. wat de, uiteindelijk, misschien voor een of ander... He, dat was eigenlijk bijna ingenieus dat je denkt, ah oh ja, dat is wel wat het gebeuren is voor, voor veel mensen daarna. Ja, ja, een beetje de lat gelegd. Echt, ja. Ja. En dat was eigenlijk wel heel cool, omdat ik dacht, dat is een keigoed idee ja, he. op ja. zich. He. Ja, ja. Maar toch blijft dat, ik heb wel zo'n aantal van die dingen bekeken en zo. En, en ik vind dat wel tof, ofzo, omdat je toch wel blij bent dat je iets hebt. Ik weet dat Chromax heeft dat gedaan en zo. En dan zei die gasten zo wat bezig en je ziet en. Uh, er was er wel een hele coole van. Uh, Menert en hem de Pussifer. Ah, ja, ja. Die hebben zo'n hele grave gedaan met die laatste plaat, dat is zo heel 80s beïnvloed. En dan ja, zie je ja, dus ja, ook ja. zo met veel neon en hoe dat die er dan uitzien. En ja, live is dat fantastisch. Maar dat blijft toch altijd wel zo'n beetje dat je denkt. Ach man, het daarna een volle zaal voor gestaan. Nou, ik, denk dat dat, ik denk dat dat ook de reden is dat ze ja. nu. Um, Soundstorm je, nog zo'n dingen. Is dat Pluto's Playground? Of is dat, hetzelfde? dat is eigenlijk zelf? Dat, ja. dat is de Wim, zeker van Drums of Operation. Zit je daar niet meer achter? Ik dacht het eigenlijk. dacht het wel wel. Want dat is eigenlijk ook wel zo'n gevoeld dat dat, dat dat begon met die livestreams en dat was de aankleding. Dat was al tof, maar <laughs> mensen willen meer en meer. Ja, ja, ja. Mm -hmm. maar dit denk ik dat misschien nog wel, want ik denk dat de gewone streams. Hoe cool dat ze ook zijn. Denk dat dat wel zal verdwijnen als alles terug oké okay is. Mm. Maar ik denk zo dat die, uh, die virtual toestanden, die avatar-achtige dingen, dat zinkt nog wel een, een leven blijven hebben. Omdat daar die interactie nog wel, wel is of ik zo. Ik denk dat dat gewoon misschien een beetje naar uh, dingen hè Hoe heet dat? Uh, zo Ready Player One: waar je mm, zo'n ja, soort. Uh, andere wereld hebt, waar het iedereen daar even in kan gaan en je kunt zeggen, oh ja, ik kan vanavond daar naar die band gaan kijken, is misschien ja, 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 ja. ook wel leuk. Dingen hebben ook gedaan, hè? hebben ze in na AB gedaan ja, ja. en dat was ook, uh, ja, dat, dat was dan, daar hadden ze ook echt wel veel budget ook in gestoken en zo. Ja, natuurlijk had dat nooit zelfs, maar je voelt wel dat dat ik uh, denk dat hey, mensen like de Wim, Rijgaard en zo die zijn er wel mee bezig. voelt ook daar is nog veel marge in. Ik wil wel eens zien wat dat binnen een aantal jaren gaat zijn. Goh, ik denk dat je er heel ver in kunt gaan ja. Want ook. Want je gaat ook kunnen beginnen werken met, met avatars van je eigen band. En een decor dat je helemaal, hè, dat je de meest waanzinnige dingen eigenlijk kunt doen die je budgettair nooit niet zou kunnen. Niet exact, ja, ja. Dus er zit, er zit nog wel iets in. Ik vind dat ook nog wel iets hebben. ze Want ik, ik, mij doet dat altijd wel plezier als ik zie dat, dat mensen toch ergens mee bezig zijn. Hé, wat dat dan ook is, dat, dat Metal Festival dat wij toen. Ja, zo even een beetje half gehost hebben, zo. Dat, dat online festival. Met dingen ook Ja, dat in maar dat was, ja, klas, dat was klassiek. Helgium, ja. hè? Dat ja. was ook een klassieke stream of zo. Ja. Hè? Ja. Dat, dat, maar ik denk dat dat was zeker cool voor even mm -hmm. Maar dat denk ik dat ey, dat nooit kunnen winnen van live. Omdat nee, dat. Nee, omdat nee, dat, dat niet. Maar zo die avatar en die digitale en die, die, uh, die gameachtige toestanden. Mm -hmm. dat kan daarnaast bestaan. Ey, zo, dus dat zie ik nog wel. Hoe heette die metal game nou weer? Dat was ook Brutal of zoiets, denk ah, ik. Heb je ja. dat nooit gespeeld. Zo'n manneke, zo'n ruige gast zo door een metalwereld rondloopt. En je had ook allemaal muziek van bands dat ah, daar ja? altijd in zat. Ja, dat was echt zo'n spel. Hè. Dus je is zo'n held die je dat zo door zo'n wereld moet lopen en dingen moet doen. Ah, oké. Okay. Nee, dat maar, ken ik niet. Maar dat, ja, Ik denk, ja, Brutal Legend of zoiets. Ik weet niet meer wat dat was. Maar dat was wel echt heel funny. Ja, vooral omdat er. Ja, dat was het. Brutal Legends, ah, dat zit ja, jij dan, Je ja. zit dan een held, je gaat dan een violin en gitaar. Je kon ook met je gitaar zo bliksem er laten ah, met schieten ja, tuurlijk, en zo. Tuurlijk, dus die een typisch bullshit, maar er zaten wel heel veel uh, bands die dat op die soundtrack zaten. Ah, dus ah, als ja, je aan het ja. spelen wordt, dat was wel uh, de mensen die dat gemaakt hadden waren wel metal fans of Duidelijk zo. Dan, ja, ja, ja. Dus dat was op zich op zich nog wel cool. Ja. Ja het, het... Nieuws, het ja. Is, uh, ja, het is iets nieuws. Het is cool sinds dat, dat het zo nog werkt om wat interactie te hebben. Hè. Het is ja. een stapje verder dan een gewone livestream. Je ja. ja. hm. hebt nu een IP een uit binnenkort. Hè. Op 14 mei verschijnt hem, Emerald. Um, ik dacht even uh, dat ik een Tin Lizzy-cover ging zien voorbij komen maar Misschien uh, dan... ooit. <laughs> maar dat was het niet. Maar, ja. um, je hebt er een nummer op staan eh, dat eigenlijk ook al eh, The Great Realization, wat uh, goed is voor 16 minuten en 32 seconden. Klopt. Uh, het is een nummer dat ook bestaat in het, het verschillende delen. En naar het schijnt zit er ook een heel verhaal achter. dus Wat, wat is eigenlijk het idee achter, achter de song? Wel. Um... <laughs> God even zitten. <laughs> voilà. <laughs> um... Ik heb hier een oud boek bij en ik ga u dat even vertellen. Ja, zo. <laughs> nee, ja, dat is wel een beetje ons ding aan het worden: hè. Mm -hmm. uh, uitgebreide concepten en uh, ideeën achter nummers en zo. Mm -hmm. um, kort samengevat, um, sluit het eigenlijk aan op een Fold the Godman: uh, wat eigenlijk een, een proces was van heel individuele ontplooiing. Het uh, op zoek gaan naar de hogere zelf, op zoek gaan naar betekenis. Uh, ja, voor, als individu eigenlijk. Um, Emerald is nu eigenlijk een beetje de brug tussen dat en onze volgende plaat, onze volgende mm -hmm. full plaat. Uh, wat wil dat eigenlijk zeggen? Um, onze full plaat, onze nieuwe, gaat eigenlijk meer collectief georiënteerd zijn. In de zin van: oké, okay, als we allemaal onze Godman bereiken. wat houdt dat dan eigenlijk in voor uh, onze samenleving? Hoe zou onze wereld dan mogelijk anders kunnen zijn? Emerald of the Great Realization is eigenlijk dus ja, het inzicht dat ervoor zorgt. Um, ja, dat je begint te beseffen dat de wereld die dat wij kennen eigenlijk maar een verhaaltje is, die dat, on, eh, dat ons ooit verteld is geweest van dit is hoe mensen samenleven, dit is oké, okay, dit is niet oké, okay, dit is verplicht, dat is uw recht. Um, dat we eigenlijk gewoon een, een heel leven leven van uh, veronderstellingen en van aannames die we geleerd hebben van onze ouders en opvoeding en uh, school. En um, die great realization is dus eigenlijk ja, het, het is een beetje een, een, een moeilijk woord uh, tegenwoordig, maar een soort van wakker worden uit zo die, die hypnose van uh, oké okay, dit is hoe het moet het leven. Kun je ook gewoon awakening zeggen? Ja, Dan blijft er we... van dat andere woord. Werd, ja 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 hè? ja. ja, ja. <laughs> maar um, ja dus eigenlijk het beseffen van de wereld is een verhaal um, is een ja, het is maar één verhaal, het kan ook iets anders zijn. Het is ook hoogdringend tijd dat het een ander verhaal wordt. Daar denk ik dat we het allemaal over eens kunnen zijn dat de toekomst er niet zo rooskleurig uitziet voor onze soort. Uh, en als we niet dringend iets heel groot veranderen, dan zal het ook wel stoppen, denk ik, uh, redelijk snel. Dus dat is eigenlijk een beetje dat inzicht. En um, dat zorgt er eigenlijk voor nu, als je beseft dat je oud verhaal van de wereld niet werkt. Um, maar ook niet weet wat het nieuwe verhaal moet zijn, want dat wil ik zeker niet doen alsof ik weet wat, hoe het dan wel moet, is eigenlijk het gevolg dat je nu in een soort van pauze zit. Mm -hmm. Je zit tussen die twee verhalen en dat is een heel moeilijk en frustrerend ding. Um, je weet wat er niet oké okay is, maar je weet niet wat je moet doen om het wel oké okay te maken. En, en dat is een heel frustrerend proces, iets dat we allemaal, ik denk zeker de, de ja, mensen van mijn leeftijd ook, mm -hmm. zitten daar allemaal precies wat mee te worstelen van wat moeten we nu eigenlijk doen. Um, om onder andere uh, die klimaatcrisis en zo tegen te gaan en ongelijkheid in de wereld. En, en, ja, we weten allemaal niet goed wat we moeten doen. We zijn zo als kiekers zonder kop aan het rondlopen en proberen allemaal klein dingetjes te doen. Maar misschien weerhoudt ons dan net van het feit uh, ja, dat het gewoon een veel groter probleem is. Dat eigenlijk heel, heel de machine bijna gaat moeten vallen om het op te lossen. En dat het niet, niet ligt in zo'n kleine daden van reformisme en zo piepklein aanpassingsjes doen om dat systeem nog te redden. Misschien is het echt wel een volledige reset dat nodig is. En mm. Dus dat is eigenlijk een verhaal van, het is een verhaal van veel frustratie en uh, ja, een inzicht waardoor je een beetje verloren voelt. En zo, oké, okay, wat nu? Wat moet ik nu doen? Mm -hmm. Dat en hoe, is die realiteit. Waar, waar voelde het zelf naartoe? Gewoon voor je eigen? Als je zegt, je kunt natuurlijk niet spreken als een, als een oplossing voor de wereld, uiteraard. natuurlijk nee, niet. En zoals je ook zegt, de great realization of dat je het nu weet over woke, of dat je zo de red pillars van alt-right maar iedereen heeft een gevoel van we worden wakker en ja. we zien iets. Mm -hmm. hè? Zo, en er, zijn, er is van alles aan de gang en we hebben allemaal geslapen, maar nu... nu hè? Iedereen heeft zo'n gevoel van we moeten, er, mm -hmm. is, er is van alles mis. Mm -hmm. Het moet allemaal anders. Mm -hmm. Iedereen heeft dan een totaal andere invulling natuurlijk. Hè? Sommigen waar je je meer bij kunt aansluiten dan bij anderen, maar... Mm -hmm. Maar als je zegt, het hele systeem moet misschien wel vallen, ik, ik vraag mij echt af wat dat ik mijn eigen daarbij moet voorstellen. Want ik, ik denk want... dat dat zo ingrained is in wie dat wij zijn. Dat je, dat je denkt. Ja, wat, wat kun die in godsnaam nog doen? Wat zie jij voor uw eigen? En als je daarover moet nadenken, hè? als je zegt van oké. Okay, ik heb, mijn, ik heb mijn Godman een beetje gevonden, of ik vind wat dat die is. Heb je hem al gevonden of niet? Nee. Voor jezelf. Nee. Nee. Dus, nee. nee? <laughs> ik doe mijn best. Um, er is ook zoveel afleiding in de wereld. Hè. Mm. Um, dat is echt een ideaal dat, dat ik nastreef. En dat we allemaal uh, willen nastreven. Ja. Ja, maar ik heb hem nog niet. Nee. En dus, want als je de nieuwe plaat gaat maken, dan neem ik aan. Wacht, wat gaat ga eigenlijk bespreken? God, een soort hoop naar de toekomst uitspreken? God, een soort, misschien zal ik maar zeggen, een leidraad voor je eigen opstellen en zeggen: Dat wil ik, dat wil ik, ik toch doen om te voelen waar het naartoe gaat? En wat is dat dan? Nee, um, het gaat echt vooral om, uh, ja, wat je zei, het gaat wel vooral om een boodschap van hoop en uh, vertrouwen eigenlijk in de mensen. Want allee, ik denk dat we het ook allemaal wel beu zijn om zo te horen over. Uh, de mens is een virus op de planeet en we, we verdienen het hier allemaal niet. Daar heb je ook niks aan om zoiets te, te horen of zo. Mm -hmm. ik, ja, ik, ik, ik heb inderdaad nood aan hoop. En nu zeker in die, in die hele coronaperiode is dat toch iets dat... Je hebt zoveel meer tijd voor jezelf. Je hebt zoveel meer mm -hmm. tijd om naar binnen te gaan. En ja, het is wel echt hoop en... Want het kan, hè. Het is, het is helemaal niet onontkomen. Het, het is... Het is niet evident hè, om een oplossing te vinden voor al onze problemen en klimaat en dit en dat. Maar het is wel mogelijk, dat geloof ik honderd procent. En dus inderdaad, ik, uh, we zijn wel veel meer aan het neigen naar die hoopvolle boodschap. En, uh, ja, gewoon het, 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 ja, het samenwerken is, is denk ik gewoon een basis. Het gewoon meer samenwerken op, op alle mogelijke manieren dat je kunt voorstellen uh, samenwerken. Afstappen van dat geïsoleerde leven uh, waar we een beetje zo allemaal ieder voor zich zijn. Allemaal wat concurrenten van elkaar zijn. We moeten zo vechten voor, de, uh, voor alle grondstoffen. Er is toch gezegd niet genoeg op de aarde voor, uh, voor hoeveel mensen er zijn. Wat compleet een bullshit is. Want als je je levensstandaard aanpast, is dat perfect. Is er meer dan genoeg. Mm -hmm. um, ja. Het samenwerken. Daar ja. geloof ik gewoon in ja. Ja, ja ik, zijn, uh, van de, ik, ik ben heel lang van de oude school van uh, virus geweest. Hè. Zo wilde ja, wat ook een beetje, denk ik. Mijn insteek was toen ik ook begon met comedy. En ik ben eigenlijk altijd meer zo een misantroop geweest die het totaal niet gelooft in de mensheid. Ik denk hmm. dat dat ook veel te maken had met de muziek waar ik nog lusterde en zo. Maar ik voelde ook inderdaad wel, dat dat toen was dat ook allemaal niet zo erg, omdat je nog altijd niet het gevoel had dat het echt zo ver was of zo. Dus je kon nog altijd wel zeggen. Fuck, hè. mensen en het is allemaal bababab. Maar als je zo voelt dat je zo begint te neigen door die point of no return. Ja, 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 dat is de, ja. Maar ik weet ook niet of dat, dat zo is, want dat is ook iets heel typisch. Aan, aan, uh, naar het schijnt, als je doorheen de geschiedenis kijkt, aan het begin van een nieuw millennium of het einde van een eeuw: dat mensen altijd denken dat de wereld gaat eindigen. Mm, mm. Dat je altijd op dat punt komt, hè, wat ook heel hard een geval was. Bij, bij het Romeinse Rijk en Jezus Christus en die periode waarin dat hier rond, De Bijbel, de, dat is toch stamvol Apocalyptische Het is bijna gedaan, hmm. dus bekeert u vooraleer dat om zeep is. Intussen zijn we 2000 jaar verder en we zijn nog altijd hetzelfde verhaal aan het zingen. Dus ik weet ook niet in hoeverre dat dat weer zo is. Of dat dat een soort zeitgeist is waarin dat wij allemaal voelen van... Er moet een omwenteling komen. Ik hmm. weet het niet. Wat denk jij ja, ik denk dat gewoon, ja, het grote verschil is natuurlijk die industriële revolutie natuurlijk. Mm -hmm. dat, 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 ik denk dat dat hetgeen is dat sowieso anders is dan al die andere duizenden jaren ervoor. Ja, de maar, explosie van de populatie, oké, we ja, zijn belachelijk veel, veel meer volk, ook, hè. Ja. Mm -hmm. ik, 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 ben er ook niet zo. Ik kan ook niet te veel over zeggen, want ik, ik heb er wel iets over gelezen, maar ook niet zo kenners. Dus ik denk het enige wat mij altijd bijblijft, zonder dat ik er echt een mening over heb, is inderdaad de opwarming uh, van de aarde en dan uh, met wel eens. ...geïnformeerd, want dat gaat dan overal... Ja, ...de aarde stijgt een graad of, of zo, dat soort dingen... ...maar de impact van zoiets... ...dat gigantisch is, dat je inderdaad ook voelt dat de zomers... Uh, ...warmer worden... ...en bij ons gaat dat nog, want wij gaan zoiets hebben van... ...yes, we gaan onze palmbomen nog even hier in Dardenne... ...dus bangelijk... ...maar ja, natuurlijk, je ziet er al eens... ...zo'n 2K in Qatar en zo, dat soort dingen... ...50 graden, Saudi-Arabië... Ja, ...Afrika, je weet ook wel van... ja, ...als het allemaal wat nog erger gaat worden... Ja, dan gaan we misschien nooit weer een vlucht hebben maar naar boven, hè? dat inderdaad Noorwegen het landgas zijn waar we allemaal naartoe willen of zo. <laughs> uh, Als ik Noorwegen was, was ik toch al begonnen met een muur te banen <laughs> uh, ja. En Met uitbreiding Finland, Scandinavië en alles boven. Ja, ja. Ja, dat denk ik, allee, dat voelde wel, hè? dat zeggen ze mm -hmm. ook wel, hè? Mm -hmm. dat, het dat het onleefbaar zou worden. Hè? Ja. En, en inderdaad. Er zijn erko's voor alles, maar het gaat natuurlijk ook over mensen die geen toegang hebben. Hè? De arme mensen. Hè? Mm -hmm. Dat is. Uh... Ja. Want, allee, dat voelde nu ook al met, met vluchtelingencrisissen en zo. Eigenlijk ongelijkheid wordt ongelijkheid heel moeilijk nu. Hè? Je kunt wel zeggen: ik ben rijk, ik heb er geen last van. Zelfs al zouden geen geweten hebben. Ja, je gaat er toch last van hebben. Mm -hmm. Omdat mm -hmm. arme mensen met te veel gaan worden. En mm -hmm. die gaan blijven komen. Hè? Die gaan je niet tegenhouden. Zijn mm -hmm. dus, de klimaatvluchtelingen, hoe heet dat dan? daar zijn ze toch ook al wel studies over aan het doen dat dat ja, eigenlijk dat gaan, het, vo het volgende gaat zijn hè. Het gaat Ied uit de hand lopen, iedereen hè? die in de buurt ja. van de Nevenaar woont ja die gaan allemaal noordwaarts mm -hmm. of zuidwaarts zijn maar waarschijnlijk noordwaarts waarschijnlijk noord, ja. mm -hmm. ja, om toch ja en dat gaat ook niet op een, op een uur of een dag of zo ja, ik dingen... zou nou wel zot zijn als dat echt op een uur was. Ja. Shit, die allemaal. in ieder geval. Deze nog even afwerken. <laughs> wacht, 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 wacht. <laughs> ik, heb nog, uh, <laughs> ik heb nog twee zinnen in mijn uh, interview. En dan kan ik met een podcast doen. We kunnen nog even <laughs> wachten met de. Uh, met, uh, don't ja. Storm the Borders Just Yet. Ja, ja. Maar ik ja. ben ook wel, en dan hou ik erover op, ook wel van mening dat uh, het absoluut doem, denk ik, dat dat ook niet. Uh, allee, Denk dat is ook, het is ook heel arrogant en heel egocentrisch van ons om altijd te denken dat we eindigen alsof dat we er allemaal zoveel zelf mee te maken hebben. Alsof dat wij door ons toedoen, hè, wat toch een beetje slaagt op ons, op ons brein, dat dat, dat dat zou kunnen winnen van een, van een natuurkracht of zo. Dat, dat soort arrogantie, ik uh, denk dat dat misschien dan even in ons voordeel werkt. Ik denk niet dat wij graaf genoeg zijn om onszelf te vernietigen. Ja. Ja, ik weet dat niet. Misschien uh, komen er dan wel... Want als je zo de grote resets eigenlijk ziet, zeker in de voorbije jaren, dat is meestal een oorlog. Hè? Of corona. of, ja, of een enorme... Een ja. natuurkracht, ja. Ja, maar dat is, de, de corona is dan zo toch nog net niet goed genoeg, heb ik de indruk. Het was niet genoeg. Allee, als zijn ja. de, als zijn, hè, dat is niet zo de zwarte pest dat zo driekwart van Europa uitroeit. Dat je zegt, hier beginnen we terug opnieuw? Nee, maar het, kan dat het, het kan een begin zijn. Hè. Het ja. kan een begin zijn. Als, je moet dat ook zo zien. Als mm -hmm. we binnen, uh, laten we echt hout vasthouden, ja, ja. zeker op de dag dat een horeca terug opengaat. Maar zal er binnen twee jaar of drie jaar een nieuw virus is, dus hebben we dat wat aan betanter. Binnen vier jaar zoveel. Als we dan gewoon terugkijken binnen honderd jaar naar deze periode, ja, dan gaan ze dat niet zien als drie periodes. Het is nee, dat één nee. periode geweest. Hè? Ja. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat er misschien is het een begin van... Want er zijn wel kleine stapjes. Hè, er zijn wel dingen die aan het veranderen er zijn. Onschuldige mm. dingen misschien nog wel. Ja, dat is een beetje. Het, het jammer is, die veranderingen die dat wij gewoon zijn, die moeten altijd van van onder komen, hè, van de piramide. En dat is zo frustrerend, dat dat is niet één keer vanuit competent leiderschap, wereldleiderschap zou kunnen komen. Mm -hmm. ja, dat kan ik mij aan dood ergeren dat is absurd om te verwachten aan de gelijk dat je zegt, de, de middenklassen of zelfs de armere mensen om hun levensstandaard aan te passen terwijl je als leider perfect regels kunt maken en overal beperkingen op kunt leggen als dus je nu ziet zelfs hoeveel dat we allez, hoeveel uh, dat we nu niet hebben gemogen door die coronacrisis, je ziet het kan toch, die beslissingen kunnen toch genomen worden en in het begin van die crisis allez, als je het over klimaat hebt allez, alle vliegtuigen stonden op de grond Zie, dat gaat toch? Uiteraard niet die medicijnen en, en essentiële dingen ver, ver, vervoeren. Maar dat kan dus wel. Hè. Dingen zoals: oké, okay, laten we nu gewoon eens tien jaar geen commerciële vluchten doen. Ik ga de prijs in, in ja, ik Europa weet, maar, maar de ja, prijs met een not uit. Ja, dat is al iets. En, maar je moet dat ook kunnen zeggen in het gezicht van mensen die in de luchtvaart werken en in de armoede komen. En hè. daar ja. komt dan op dat systeem dat ja. eigenlijk misschien, ja, als het systeem dan niet toelaat, dan moet het systeem misschien gewoon drastisch veranderen. Als je niet eens in een zo'n megacrisis dat kunt doen. Het systeem niet goed denk ik hè? Ik Denk dat het systeem maken we zelf hè. Maakt systeem zelf hè. onze welvaart de, de, hè, de, het praten over dit is ook al een teken van luxe en dergelijke. Dat dus is zo, dus, dat is zo. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat we in theorie denk dat veel mensen het eens zijn, maar ik denk van zodra dat aan de praktijk komt denk ik dat je letterlijk na drie meter al drie of vier mensen ontschofferen ze mm. of, of mensen hun job ontafpakken. ze. Dus ja, het zal overmacht moeten zijn dat ons systeem gaat over uh, rules, hè, want zelf daar is, iedereen is een lobby van zijn eigen bedrijf, hè? van zijn eigen mm. winkel. En, ja. ja, plus ik denk dat de meeste mensen ook, want dat is hoe dat er zo tegenwoordig nogal graag over gepraat wordt. Alsof wij allemaal zoiets ja. hebben van. Allee, systeem oplossen. Ik zal me er eens een middag aan zitten en het is in <laughs> orde zo. Dat je denkt nee, hè? bedoel, niemand dat... heeft het gevoel dat hem het systeem is of dat hem er iets aan kan doen. Mm. Hè? Je hebt altijd mm. zo'n beetje het gevoel van shit, ja, het moet anders, alleen begint er maar eens aan. Ja, ja, wat en tot hiertoe wat is wat jij zelf ook zei, er juist ook al. De kleine dingen waar het misschien niet van moet komen, maar waar het toch ergens begint, is. Je kunt altijd al proberen om voor je eigen dan al bepaalde dingen te doen. Hè, waar ja. je van zegt. Als ik dat al niet doen of niet naar mijn omgeving toe, hè, we kunnen het over simpele dingen hebben, gelijk racisme, en je zegt van, mm. ik ben al eens niet racistisch <laughs> tegen iemand. Nee, nee, maar hè, bij wijze van spreken, Tuurlijk, ik ja. heb een appartement te huren en er, er stelt iemand zich met een, met, een, hè, met een andere naam dan van genechten voor, ah, wel ik verhuur dat eraan, ja, ja, ja. dan ben je niet die ene. He, dan mocht dat al niet dat. Dus dat is ja, heel ja, ja. klein, maar Tuurlijk, klein ja. is ook veel. Als, als je dat meer en meer allemaal begint te doen, dan voldoek ook al wel dat. Ja, dat je tegen die patronen ingaat. Proberen van je ja. luxe af te stappen, waar ik kaas slecht in hè? Want ik bestel dan om de twee minuten niet op Amazon, omdat ik dat cool vind. <laughs> ja. Dus ik ben ook zo. He. Ik zou ook de grootste hypocriet van de wereld zijn. Dat ik hier zou zitten. Ja, oh, dat moet allemaal gedaan zijn. Met dat ja, ja, ja. Een... Je moet lokaal kopen. En dan denk ik, ja, maar je doet dat ook niet. Dus, dus er zijn zo een aantal dingen ja ik denk het moeilijkste is altijd als je het echt wilt beter maken voor andere mensen dan gaan we op een bepaald moment moeten zeggen dan gaan wij dingen moeten afstaan voilà. en dat willen wij niet zou dat het kunnen mm. ik zou veel dingen kunnen missen er zijn een paar dingen die ik absoluut niet zou kunnen missen nee. of kan ik kan me heel moeilijk inbeelden um Waar ik in verwend ben, is uh, muziektechnologie natuurlijk. Ik zou het heel moeilijk vinden om af te stappen van uh, de computer met alle plugins en alle snufjes die uh, me helpen bij het muziek schrijven. Wat uh, ja, nog iets, de technologische sector is allemaal geweldig voor. Uh, dat heeft ons heel veel voordelen geboden. Maar ook heel veel grondstoffen, heel veel slavernij, kinderslavernij, vervuiling. Allee, elke chip die gemaakt wordt, daar zitten mineralen in die uit de aarde moeten komen. Hè. Dat zijn. Verschrikkelijk vervuilende dingen, en dat is iets dat ik heel moeilijk zou kunnen opgeven. Wat ik wel niet zo, wat ik niet zo moeilijk vind om op te geven, is bijvoorbeeld: ik, ik, uh, ik eet al vier jaar geen dierlijke producten meer. Ik ben vegan gegaan vier jaar geleden. Dat mm -hmm. vond ik niet zo moeilijk. Ik heb ook al tien jaar geen auto meer. Maar ja, dat zijn ook zo die dingen, dat zijn klein dingskens dat je doet. En daarmee gelooft je eigenlijk dat als iedereen nu gewoon dat doet, als iedereen nu gewoon doet wat ik doe, dan is het eigenlijk opgelost. En daardoor geloof je terug meer in het systeem. Mhm. Mm dat, dat leidt u eigenlijk af van te zien van ja, maar nee, eigenlijk is het hele systeem gewoon fout. Dat is die kleine dingetjes van reformisme houden u net tegen om een, een, ja, een revolutie zogezegd echt op te zetten. En dat vind ik iets heel giftig aan zo die dingen als, als vegan gaan en eender welke klimaatdingen. Mm. Het moet meer zijn dan dat. Het is heel de kapitalistische machine volgens mij die, die gewoon moet vallen. Ja. Ik denk dat er op dit moment gewoon geen andere oplossing meer is. Zeker omdat je met een tikkende klok zit ook. En dat dat eigenlijk uh, de typische uh, ja, communist, scheldwoord, uh, hippie, uh, whatever, eigenlijk overstijgt. Ja. Omdat ja. je ook wel voelt dat uh, grote economen dat ook, uh, die zeggen nog niet concreet dat, maar uh, uh, het is wel, je kunt denk ik niet, uh, niet bijhouden hoeveel van dat soort traktaten er geschreven worden. Mm -hmm. Ja, ja, ja kapitalisme ik... is een gevaarlijke neem, omdat je tegelijkertijd geeft u al die coole shit, dat je allemaal lid. Dat, was, dat is ook de beste, hoe zeg je dat? De, 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 sne Allee, de snelste, meest efficiënte bestrijder van armoede. Hè? De, de levensstandaard gaat overal nog omhoog. Mm -hmm. Zelfs in landen waar het vroeger veel erger is, was dat, was dat niet. Mm -hmm. Maar ook daar kunnen natuurlijk duizend en één dingen zeggen: van ja, die, die, hun levensstandaard is in hun arm land beter. Maar hier zijn die eigenlijk in verhouding schandalig onderbetaald. Ja, ja, ja. Dus er is altijd iets om dat systeem, waarvan je voelt van ja, het is altijd een ja, dat is goed, maar eigenlijk, mm -hmm. hé, dat kun je bijna bij alles zeggen. Zo. Mm -hmm. En zeker als je als je in een wereld terechtkomt waar alles gerund wordt door, door bedrijven. Ja, dan, dan wordt het natuurlijk moeilijk. Terwijl dat hè, tegelijkertijd, zoals ik al zei, ik bestel bij Amazon. Dus Jeff Bezos denkt: hé, hey, lult er maar op, man. Ja, maar uh, ja, ja, ja. Your, uh, your package is uh, uh, under the way. Dus je ja, ja. dus dus voelt ook, ik weet dat niet. Hè, er, is... er moet compromis mogelijk zijn. Ja. Dat, moet, dat denk ik wel. En ik, en ik denk dat dat wel kan helpen, uh, wat jij ook zegt. Zoals als iemand zou horen: van, dat vind ik wat te extreem. Of dit of dat. Er is altijd, hey, er, is, er is duidelijk wel nood aan iets ertussen. Mm -hmm. Ja, maar ik, ik geloof toch in een vrij extreme verandering hè, die nodig is. En daar geen schrik van ook niet? Want ik denk altijd, extreme verandering op wereldniveau, dat gaat pijn doen. Ja, schrik niet. Maar uh, het gaat niet gemakkelijk zijn, nee. Maar ik, allez, ik denk echt dat dat iets is waar we ons allemaal stil aan moeten beginnen voorbereiden. Want er is gewoon geen weg terug. Die klimaatdoelstellingen gaan we nooit of nooit halen. Hè. Dat bestaat niet. Hè. Die een anderhalve graad tegen het einde van de eeuw, daar gaan we sowieso over zitten. Dat wil een nul CO2-uitstoot tegen. Wat is 2050? No way, hè. Gaat wow. toch niet? Dat hebben wij niet. Die groene, groene energie bestaat ook nog niet. Hè. In, in die mate dat wij stroom verbruiken. Het is gewoon heel simpel. Het is echt minder stroom verbruiken. Het is minder producten kopen. Het is minder elektriek gebruiken. Het is, het, is, het is alles minder. En minder mensen, helaas. Ja, toch ook een beetje beginnen nadenken over hoeveel kinderen gemaakt Zou jij kinderen daarvoor maken of niet doen? Okay. Is dat iets dat je... Goh, ik heb geen kinderen... Um... Maar dat is niet daardoor of zo. Nee, ik oh. zal niet gemakkelijk vijf kinderen maken. Want dat zou, dat zou ik wel vinden, ecologisch gezien, vind ik dat eigenlijk niet de beste keuze. Ik denk ook niet dat die dan een heel goed leven gaan hebben, denk ik. De generaties die nu geboren worden. Ik hoop dat dat niet te cynisch klinkt. Maar... <lacht> nu! <lacht> maar, uh, ja, maar nee, Safago is... komt daarbij. Ja, dat is helaas. Zit wel hier dan maar... zo stilletjes aan weg te zinken in een depressie? Is dat van, fuck. Ja, Ik weet dat niet. alleen ja, je weet dat ik hoop, ik geloof in de mens, maar ik, heb toch, uh, ik maak me daar toch zorgen om. En dat je zo muziek maakt of zo, hè? Allee, dat is wat we allemaal wel gemeen hebben. Er is, het is wel, zeker als je in een goede vibe zit, of je ze je blij en dit of dat, het is, wel, het is wel zoiets waar je terug geloof kunt krijgen in, dit, in deze wereld. Hè? Mm -hmm. Als je in een goede trip zit of je ze spelen, een goede live show, is geen waar je gewoon vasthoudt? denk dat ze dat niet gehad hebben, muziek. Ja, sowieso. Dat, dat, dat houdt ons gezond. Hè. Dat is echt uh, dat is het, het, ja, de uitlaatklep. Dat is, uh, en, en dus ook gewoon hè, een, een medium om, om dingen zoals dit uh, in de wereld te sturen, wat we ook wel echt geweldig vinden. Ja, zonder muziek, nee, dan had ik ook wel uh, dan was ik denk ik veel veel cynischer geweest. Ja, omdat net door muziek en door, door kunstvormen. Ga je echt terug naar je mensen zijn los van de maatschappij. Je gaat echt veel meer naar wat is dat om te voelen en om te ervaren en. Dat zijn dingen die niks te maken hebben met een kapitalistisch systeem of iets. Dat is gewoon echt hoe dat we zijn als wezens. Onze essentie, eigenlijk vind ik dat is kunst. En ja, dat houdt mij wel gezond en positief. Oh, dus ja. Des dus te pijnlijker is dan dat je voelt hoe dat er eigenlijk een beetje met kunst wordt omgegaan, hè, momenteel. Dat is niet essentieel. Dat is bijna heen. niet essentieel. En dan denk je ja, I'd beg to differ als je ziet hoe het mentaal aan het gaan is met heel veel mensen. Hey, ja, want klopt. je ziet ook die, die terrassen, je kunt het draaien of keren. Ze zijn vandaag open terwijl we deze um, podcast aan het opnemen zijn. Ik denk wel dat die toch begonnen te voelen als we hier niet iets gaan doen. De sfeer begint wel grimmig te worden. Oh, ofzo. Ja. Ja. Ik heb dat toch ook, en, en dan hoefde nog niet naar Laboom 1 en 2 te gaan. Maar je kunt ook al kijken naar jongeren die bij elkaar zitten hier rond de kaaien of op pleinen en zo. En je voelt wel dat daar een sfeer hangt. Mm -hmm. Het wordt ook een beetje een kat-en-muisspelletje met de politie, puur en alleen Zonde. omdat die zoiets hebben: van fuck you. Hè. Ja, ja. En, en zoals je al zegt, als je een, een late veertiger bent, in mijn geval, en je zit thuis in uw huis en het is allemaal oké, okay, dan zal het wel. Maar als je 18 bent en je wilt buiten en je wilt iets gaan doen. Mm -hmm. en heel de wereld zegt: nee, nee, blijf maar binnen zitten. Ja, ja. en dat deel van je jeugd dat je nooit meer terugkrijgt, kun je hè, letterlijk de boom in. Dat gaat niet blijven duren. Natuurlijk niet, nee, dat verzet gaat komen, hè. dat mm -hmm. is er nu al, hè. maar ja. uh, dat gaat veel, alleen, het moet niet lang meer duren of dat gaat dicht uit de hand lopen. Ja. Maar uh, ik zou wel akkoord, wat, wat muziek betreft of zo, <tossimus> toen, toen, toen uh, ik ermee begon en waarschijnlijk jullie ook of zo, dan, was dat, dan was, hadden we dit niet. Maar ik heb dat ook altijd wel als een doel of zo gevonden. Um, ik heb. Vraag maar, ik, 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 ik heb er is soms wel, zeker nu dat ik je, dat je, dat je minder actief speel of zo, dat, je meer, hè, dat we nu meer aan de andere kant staan met de dingen die we doen, dat ik me soms afvraag wat dat geweest zijn moest ik... Wat is dat? mijn 16, 17. Dan was ik al wel muziek aan het spelen, maar dat je zo een groep... Het groepje, dat is nog iets anders dan muziek studeren, maar zo hé, je weet wel je eerste groepjes. En dat soort dingen. Maar wel af wat er van mij zou gekomen zijn, moest ik dat nooit gedaan hebben. Hè, want er zijn massa's mensen die niet een bandje spelen of zo. Het is wel iets... Uh, het geeft zin om je leven, het geeft, mm -hmm. het geeft doel, het is een soort opleiding, maar het is wel ja, escapisme van, van de puurste soort ofzo. Ja, helemaal akkoord. Hè. Dat, is echt, ja, dat, is, dat is meer dan een hobby, hè. dat is echt iets. Ja. Ik heb er ook geen woorden voor wat, wat een muziek doet voor mij en, en muziek spelen, zeker voor een podium. Alleen op een podium, dat is ja, absurd. Ik hoop, ik hoop echt oprecht dat, de, dat iedereen zoiets heeft, iets gelijkaardigs. Ik zou het niet kunnen missen. Nee. Dus, uh, ja. Ja, passie, dat vooral. Ja, een ja. passie, dat is eigenlijk wat je moet hebben. Het maakt niet uit wat dat is of wat is dat dat je dat da? doet, of dat dat nu een sport is, of dat dat nu een een of andere uit de hand gelopen gestoord hobby is of zo. Maar zoiets waar je vol bak voor gaat. Ja, ja. ja. Dat is. Uh, want zelfs, zelfs, uh, zelfs talent is dan op dat vlak eigenlijk een beetje overroepen. Want als Tuurlijk. je een gigantische passie hebt dan, en je zet je daar eh, obsessief, god je eigen daarmee bezighouden, mm, dan mm. komt er toch heel veel. Sowieso. Zo. dus ja Hoe was er eigenlijk het, uh, het, uh, je zegt het trio? Ondertje al een nieuwe line-up. Is een nieuwe, een nieuwe, ja, dru een klot, nieuwe drummer mm -hmm. bij, ofzo? Ja. Ja. Ik had wel de indruk dat, dat met de Peter, want die er hier vorige keer nog zat of zo, dat het wel uh, dat het niet lag on, on, on meningsverschillen, maar gewoon tijd en het leven en zo. Eh, iemand die, die andere dingen, uh, uh, ja, die andere verantwoordelijkheden had ofzo. Ik neem aan dat je eigenlijk nog wel. Dat er hopelijk wel veel vriendschap is of zo. Ja, absoluut. Dat, ja. Uh, dat is wel echt zalig. Dat was helemaal niks. Uh, geen, uh, geen bad blood of zo. Dat was echt, uh, het was gelijk dat je zegt. Dat was echt een kwestie van er, is, zijn, er zijn te weinig uren in een dag. En uh, ja, dat was gewoon echt een beslissing die we moesten maken. We hebben daar een beetje lang rond de pot gedraaid. Met alle drie dat ze weg willen vermijden en, en uitstellen. En op een bepaald moment was het duidelijk. En we zijn nog altijd beste maten. Ik zie hem ook bijna elke week. Mm -hmm. dat is, uh, en wat vindt uh, u, u ervan uh, van eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk dat is heel moeilijk om uit handen te geven. Hè. Uh, zeker omdat dat zo wel rond die Pelagic deal hè, zo wat gebeurd is. Mm. Um, dus natuurlijk is dat zwaar, hè, maar uh, hij, hij staat er uiteraard 100% achter wat we doen. En uh, ja, hij, hij steunt harm ook volledig. hij is ook een hele goede drummer. Hè. Het is een andere drummer, heeft een beetje een andere stijl. Maar. Uh ja, tuurlijk. Hij is mega content voor ons, Peter. Ja. Ja. Zijn er al dingen dat er, dat er veranderd zijn sinds dat Harm de drummer is? Dat je voelt dat de nummerschand een bepaalde richting gaat? Of het is op een andere manier nu? Of, of... Wel, um, op, op dat vlak eigenlijk niet, niet zoveel. Um, omdat ik het meeste van de muziek schrijf en ik programmeer ook drums. En, en, en ja, Peter of, of Harm hè, um, inter maar maken hun eigen versie van de drums die ik programmeer. Uh, dus in die zin, ja. Bepaal ik dan meer. Maar wat Harm wel heeft, is. Hij uh, ja, heeft een iets andere stijl natuurlijk. Hij gaat iets, iets andere fields doen. Hij speelt met een iets andere intensiteit. Uh, ja, een andere dynamiek. Gewoon. Dat is een andere mens natuurlijk. Hè. Ja. Uh, op het vlak van een nieuw nummers, compositiegewijs voorlopig niet echt. Maar uh, ja, een, een iets andere vibe gewoon, hè. Ja. ja. Ja, cool. Het is een, uh, ja, ik vond, wat, ik, wat ik vooral indrukwekkend vind, omdat ik mij ook afvraag wat, een, uh, wat, wat, wat muzikaal ook de, de overstapgast zijn. Omdat je het zegt het is een beetje een brug ja. van de oude plaat naar de nieuwe plaat. Mm -hmm. uh, als je, ik, ik neem aan dat je al met nieuwe nummers bezig bent. Ja, die, uh, van de zomer gaan we de nieuwe plaat opnemen. Ah, voilà. Dus allez, als je zo wel een tipje van de sluier kunt oprichten en lichten, wat kunnen mensen. We verwachten dat een evolutie was in muzikaal gezien, ten opzichte van een Fol the Godman. Hoe heb je dat benaderd? Is het alleen maar filosofisch dat je de nummers anders benadert, of ook muzikaal? Zijn er ook dingen die je doet waar je van denkt dat we vroeger nooit gedaan, of dat, dat is een, een, een evolutie? Um, er is wellicht een evolutie. Hè? Um, ik vind nu, als je Emerald vergelijkt met een fall the Godman, merkte al wel dat we nog wat progressiever zijn gegaan. Mm -hmm. um, er zit ook nul herhalingen in in dat nummer. Dat is ja. echt gewoon van begin tot einde een compositie. Um, ja, ik, ik denk dat we vooral zijn afgestapt van, van te veel regeltjes. Onze songstructuren zijn misschien iets minder voor de hand liggend geworden van de, van de nieuwe, nieuwe nummers. Het is ja, wat vrijer, wat gedurfder. Het is, ook de extremen zijn zo wat verder uit elkaar nog getrokken. Mm -hmm. zo de, de hevige nummers zijn echt zo nog veel heviger en... De kalmere psychedelische nummers zijn ook, ook meer kalm en psychedelisch. Dus het is echt gewoon zo'n spectrum nog een beetje opengetrokken. Ja. Mm -hmm. Zo de nachtmerrie van elk groot platenlabel. Ja, ja, ja. Die in die zin zo. Ja, we zijn, de harde stukken zijn harder en de zachte stukken zijn in die een keer allemaal, Oh god, ja. daar gaan we weer doen? Godverdomme. <laughs> Fucking hell. Weet, het is wel cool, want ik, ik, ik weet, ik denk, uh, want ik heb het onlangs nog eens teruggeluisterd um, de eerste aflevering, of toch een stuk ervan. En uh, dan was een van de vragen was toen zo van, ja, maar wat wil de toeren en zo? En dan kwam ook zoiets ja. als de Ocean, kwam ja, terug. Gojira. Ja, ja. en, uh, en dat is me altijd wel bijgebleven ook wel, omdat je dan jaren later, ja... Want ik denk dat wij zelfs toen nog het gesprek hadden van, ja, maar je kunt toch beter iets anders nemen dan of zo? Ik denk dat wij nog bezig waren, pak dan een grotere band of dergelijke. Mm -hmm. En dat was, een, ay, dat was een, een ludiek moment of zo. Twee jaar later zitten bij die een band, is bijna... Profetisch. Ja. Nou als je nog iets te wensen hebt. Ik zou zeggen: wensen het zeggen, vandaag. En ja, ja, dan ja. zitten we hier binnen twee ja. jaar terug. En dan zeggen ga Ja, ja uh, Godzilla in ons ja. voorprogramma. Voila, kijk voila. eens aan. Uh, ja, ja. Stel je ja. voor: Dan zit je ga elke week zo. Ja, ik, man, ik zou eigenlijk Ach. toch nog iets willen. Goh, een tweede zwembad. Dat zou toch wel tof zijn. Ja, ja, ja. Goh, kijk eens aan. Hè, zo. We gaan ja. het systeem veranderen. Maar tot dat het systeem verandert, gaan we Even er wel alles uithalen dat we er kunnen uithalen. Ja. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk. hè. Ja. Mm -hmm. Ik vind dat echt absurd. De Ocean is sinds 2013, 2014 of zo, is dat echt uh, ja, een van mijn favoriete bands. Dat is uh, mijn, een van de grootste ontdekkingen. Het uh, eerste album uh, dat ik gehoord heb van hen was Heliocentric. En ik heb daar uh, compleet plat gespeeld, maandenlang. Mm. En uh, ja, nu mail ik, ik dus met, de, met de Robin, de componist, gitarist, uh, label manager. Dat is absurd eigenlijk. Ja. En je kunt ook is er ook, ik neem aan dat je mailt over zakelijke stuff of zo. Maar je kunt ook muzikale dingen mee hem kwijt of? Uh... Um, ik denk dat dat wel kan, maar het is voorlopig wel redelijk zakelijk. Omdat het is ook die zijn ook zo hard aan het groeien, Pelagic. Die hebben zoveel nieuwe signings, zoveel nieuwe releases. En ja, dat is wel een hele, een hele waslijst aan dingen die altijd moeten gebeuren. Dus het is altijd wel zo echt. Uh, to the point, de communicatie. Dit is wat we nodig hebben. Dit voorzien, dit tegen dan. Uh, maar hij laat wel altijd echt weten de, dat hij mega fan is van. Uh, like als hem uh, The Great Realization hoorde, stuurde ze hem ook echt van. Maar uh, this is really next level, guys. This is, uh, ja. Dus dat is wel cool. Hij, hij staat er ook heel, heel hard achter. Hij is ook echt fan. Ja. ja dus. Ik ben niet Kijk beginnen te checken toen jullie hier zaten. Zo, jullie waren erover bezig, die ocean. Ik denk, alle, ik zal dat eens goed opzetten. Ja, ik ja, heb ja. er ook zo vijf platen van gekocht. Absoluut. Ja, oh, ik amai. had direct zoiets van: alright, right, deze is echt wel mega cool. Omdat, wat ik er heel tof van vind, is die. In, in, uh, get, get in, in, hey, allez, ik ga nu heel kort door de bocht gaan, want dat is ook altijd onnozel. Hey? Als je zegt post-metal, wat is dat eigenlijk? Je ja, ja, ja. hey? ja. duizend en één band ziet dat dat doen en iedereen vult het op zijn eigen manier in. Maar ik vind wel dat die, zo die, die schuwen ook niet het, uh, het... Hoe zeg je dat? for lack of a better word, het catchy stuk. Mm -hmm. Die kunnen wel vol een bak gaan ook op een manier. Ik, ik denk, wauw, deze... En daar hoorde ik eigenlijk ook een klein beetje in de Great Realization. Er zitten momenten in dat ik meer als een soort mastodon-achtige rock vibe krijg bij bepaalde dingen. Mm. Bij andere dingen dan weer totaal niet. Dan er weer ineens een moment dat dat veel rustiger wordt. Dus het is, uh, is, dat, is dat een beetje waar, waar de nieuwe plaat in zijn volledigheid naartoe gaat? Zijn het veel langere nummers ook? Wel, nee. Um het grappige is, die Great Realization um, was eigenlijk ooit een nummer voor de nieuwe plaat. Ja. Um, en dat was eigenlijk, toen was het idee om eigenlijk dat als centerpiece van het album te hebben. Dat ging eigenlijk zo op uh, plaats 4 staan of zo. Ja. Uh, en dan gingen we eigenlijk een plaat schrijven rond heel dat concept. Dus nummers schrijven die dat eigenlijk aanvulden. Maar dan kwam dat aanbod van, uh, van Pelagic, dat voorstel uh, van Kekmanen, uh, Savor uh, wilt wel een split toe-mailen en hebben de goesting. En we zeiden ja, oké, okay, we zullen er eens over nadenken. We waren toen eigenlijk al heel lang aan het worstelen met dat nummer. Wat we ook deden, uh, met andere nummers die we geschreven hadden, dat voelde zo nooit op zijn plaats, dat nummer. Ja. Um, dat frong altijd, dat was te lang. Um, dat begon tof, maar tegen dat dat gedaan was, dat we eigenlijk niet goesting in nog een nummer of zo, en dat was altijd heel lastig. Mm -hmm. En dan ja, ging er zo'n lichtje op, van, oh, oké, okay, die split, Sava oplossing. Dat is nu een apart nummer, dat komt zelfs perfect uit, want dat is eigenlijk al een heel concept op zich. Mm -hmm. um, ja, dus zo is dat eigenlijk gegaan. Zo. En de aanvraag kwam eigenlijk van, uh, van Saver zelf, om met jullie een split te doen. Of ja, uh... het was eerst een andere band, ik denk niet dat ik die naam mag zeggen, uh, mm -hmm. maar dus Pelagic zei, die een band wil een split doen, wij zeggen mm -hmm. oké. Okay, uh... ja, raaien, raden. <laughs> <laughs> en uh, die hebben dan uiteindelijk gezegd, die, hadden, die waren van management veranderd, en die nieuwe manager wou dat niet of zoiets. Mm -hmm. Dus we zeggen, ah, jammer. En dan ineens zeiden, ze, oh, wacht, maar Saver wil ook wel. Dan zeggen we, ja, tuurlijk, die vinden we bangelijk, die, dat is een kennen die Saver? Ik heb dat gecheckt. Toen ik uh, yes. gelezen had dat jullie een dubbel hadden, dacht ik ik kon eens kijken. Ik heb geluisterd naar die plaat. Ik heb zelf die zelfs opgeschreven dat came with sunlight. Oh. Ja, wel cool. Amai. Maar wat dat die nu doen, vond ik nog omdat ik, ik had dan ook een interview gelezen met die met die zanger die vertelde dat met de nieuwe stuff dat hij aan het doen zijn dat hij meer into elektronica ook aan het gaan zijn dat hij ja. daar dingen mee aan het doen zijn en ik moet heel hard zeggen dat één nummer dat erop stond uh, tweede nummer op de op de EP, Wacht, ik heb het hier Dimensions ja. Lost. Ja. Dat heeft zo. Ik vond toen ik dat hoorde, dacht ik, Toto, de, 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 um, de soundtrack van Dune hier hard. Okay. en Van is Blade Runner. Okay. Zo, dat okay. waren zo'n aantal dingen dat ik, ik hoorde in die die dat piepen van die gitaar die je zo lot uitgaan en zo die, die soundjes en dat klein elektronisch drummetje dat eronder zit mm -hmm. en al dat dingen dat gaf mij een enorme soundtrack vibe. Oké. Okay, ja. Zo, een soundtrack ja. voor een sci-fi film of voor zoiets dat je voelt, ja. Dus ik, uh, ik vond dat wel behoorlijk anders dan, dan de stuff dat op hun, op hun full ja, staat. klopt, klopt. Dat ja. je wel voelt van: oh, oké, okay, ik ben eens benieuwd waar die nieuwe plaat naartoe gaat. Ja, ja, als je die, die richting gaat. Ja, ja. Omdat daar ook, ook wel nogal een, een beetje een 80s vibe ja. aan hangt. Ja, en ook uh, voor dus... het eerst zo echt heel clean vocals ook uh, ja. dat ze gedaan hebben. Sowieso ja. een, een mooier zanglijntje, zo gezegd. Ik vind ja. het een mega, mega goed nummer. Ja. ja. Hoe zit dat met ja. jullie mee, Kleene uh, Zanglijn? Uh, fan van gaat het ook meer doen op de nieuwe plaat? Doet het minder? Evenveel. Mm. <laughs> Evenveel. Ja. 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 Dat is wel een beetje ons ding, natuurlijk. Hè. Ja, uh, ja die, die samen vocals, die afwisselende vocals, harmonisch samenzingen, dat, dat is wel... Uh, dat blijft wel een ding, ja. Ja, ja. ja dat is een beetje de... de hè, als we dan toch... Derstraks, de vergelijkingen die altijd opgaan bij jullie van Led Zeppelin, maar dan hoor ik toch eerder Pink Floyd. Dan heb ik toch zo ja. die, die vibe daar. Ja ja ja, 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 ja. Absoluut, ja, dat zijn de twee grote Wat, die, wat is dat daar met daar? Pink Floyd eigenlijk? Dat is ook zo'n band waar je van denkt: ja, zo op een bepaalde leeftijd. Ofwel ze de jongen in heel veel maten die er naar lusteren. Ik had heel veel van die Blower Stoner-maten die dat zo volledig ja, van ja, ja. waren van Pink Floyd. Maar dat is toch zo'n bandje die op, om, als je naar muziek luistert en je houdt van, eh, van ook muziek, waar een gitaar in komt, of die zijn erbuidere. Je komt daar uiteindelijk toch ergens wel eens bij terecht? Ja, dat is, dat is een referentie hè, voor, voor alles, voor mij, Pink Floyd. Dat is mm -hmm. gelijk dat je zegt, ja, waarom uh, zijn al die stoners daar zo fan van? Dat is muziek dat je gewoon meesleurt. Hè. Mm -hmm. dat, dat wilde opzetten. Je wilde in je zetel gaan liggen met je koptelefoon, en je wilt gewoon. Je wilt gewoon luisteren, je, moet, je wilt niks anders doen op, op hetzelfde moment, vind ik. Mm. En dat is ja, iets heel hypnotiserend En in die zin is dat echt misschien wel ons grootste voorbeeld op dat vlak. Van, of, of Tool bijvoorbeeld heeft dat ook op een heel andere manier. Van, ja. dat, is gewoon, dat is geen achtergrondmuziek. Dat is eigenlijk yeah. gewoon gelijk dat je een film kijkt, uh, zit er daarin. En, en ja, mm. voilà. Dat is, gewoon, dat is wat je aan het doen bent. Je bent aan het luisteren naar muziek en voor de rest moet je niks tegelijk doen. En dat is altijd uh, wel geweest waar wij ook naar streven. Muziek die je echt gewoon vastpakt van begin tot einde. Ja. Het, hetgeen dat tool heeft, vind ik, of wat ik daar wel heel cool aan vind, is de hè, dat je uiteraard een zanger mainert, gezien dat ik zelf een, een zangerzin, is dat wat je altijd nog lustig. Ja, ja, ja. Maar die durft ook wel heel hard te gaan voor die, um, voor toch. Die doet dat wel met een refrein. Die doet dat ja. wel met dingen die terugkomen. Die maakt wel een soort catchyness over die. Toch wel vaak ritmisch heel ingewikkelde muziek. De laatste, ja. laatste plaat ja. vond ik dat wel minder. Ja, en dat vond ik, ik jammer. Ja, want laatste en plaat daar is... moet ik heel eerlijk in zijn. Ik vond zeker als je bijvoorbeeld die nieuwe, ja, nieuwe Pussifer-plaat hoort. of hoort de, um, de laatste Perfect Circle. dan hoorden we dat hij toe in staat is. Mm. En ik vond dat hij hier een hele opvullende rol gekregen had. Zo van, oh ja, we hebben de nummers geschreven. muzikaal en shit, ja, jij moet ook nog iets doen. Dus doe die hier maar iets. En ik vond dat een beetje jammer. Ja. Ik, ik blijf dat wel heel de tijd vinden met die plaat, want het nummer dat er voor mij verreweg uitsteekt, is ook het nummer waarin, dat zijn, waarin dat zijn, uh, zijn vocals ook het interessantste zijn. Noem maar. Uh, uh, Wat? Welk? Noem maar. Nee, hoe heet dat nu maar nou nee, weer al? Invincible. Uh, Invincible, ja, ja. Ja, ja. Weapons are in beliend. Ja, ja, ja. zo gevoeld, daar doet hij nog. Ja. Daar krijg je echt Maynard. Mm. dat je denkt, ah oh, ja, hier, hier doet hem weer zo dat een klein zanglijntje, waar mm. je van denkt, ja, daar haak ik mijn eigen on vast en je zit vertrokken en dat is hem. Ja. En bij veel van die ander dingen denk ik, ja, jij zit hier nu aan en zingen omdat er iets gezongen moet worden. Mm. Mm. Maar wat ik niet voel bij een aantal ander dingen dat je doet. Als je zo bepaalde nummers op die, op die nieuwe, uh, die laatste perfect circle hoort, wat hij daar doet, dan denkt hij: ja, fuck man, deze is wat ik van nu wil horen. Mm -hmm. so, ja. Ja, ik, ik vond dat toch een Het is ook een goede plaat, hè, want dat is niet ik dat dat, 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 dat niet cool is. Hè? Ik denk gewoon dat dat een. Uh, ja. dat, dat is gewoon wat je, wat je graag hoor. Je wilt Gewoon meer, die, meer, meer hem horen. Ja. Maar ik denk wel um, dat tool, tool niet zou zijn als ze dit niet zouden doen ofzo. Dat is een beetje, kon ik kon weer zeggen, kleren van de keizer. Daar kun je over discussiëren. Hè. Mm -hmm. Maar er, er zit ook wel iets zot aan dat je misschien de beste zanger in metal of prog metal hebt. En je zegt, we gaan die met mate gebruiken. Ja, ja, ja. Daar zit ja. ook qua statement... Ja, ja. Want dat doet er niet... Allee, dat doe je niet om graaf te doen, of zo. dat doe je gewoon omdat je zegt nee, die, we hebben een visie en een beeld en een trip waar we in zitten en dan hebben we je nodig. Ja, dat ja, kan allemaal wel, maar ik heb, ik heb dan, ik heb dan <laughs> ja, heel ja. hard zoiets van ja, maar de reden waarom je dat zee, wat je zee, is juist omdat je dat, dat Ja man, er is, een, er is een gang vol met radioheads en tools. Dat, 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 dat is een, ik, ik ben mm -hmm. mee, hè, maar mm -hmm. dat, dat soort, uh, dat hebben veel van die bands. Hè. Radiohead is ook groot geworden met de bands mm -hmm. en, 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 en misschien wel met Creep. En dan ineens komt oké, computer. En dan denkt hij: alright, deze kunnen we versettelen. Als je deze kunt houden, dan blijven we mee. En dan zeggen die: nee, nee, we hebben een computer gekocht. Het is kit. Je kunt ook zeggen: als je alle kit had gepakt als demo, hadden we nooit sportpaleizen gedaan. Ja, ja. Dat komt er niet uit, denk ik, het de discussie. Nee, dat is, dat is een kwestie van smaak. Ja. Dat is gewoon wat jij zelf liever hoort. Maar misschien ook goed dat hem daarom ook die poster en die A Perfect Circle platen heeft. He. Ja, ja, tuurlijk. Dat is een beetje de. Oh, nee, alsof... Ik zit nu ook precies aan het praten, alsof ik die laatste plaat helemaal niet goed vind. En dat is niets. Ik vind mm -hmm. dat best een heel grave plaat. Mm -hmm. En wat dat zeker wel is, dat is echt een trip. Je kunt er gewoon zitten en je kunt erin gewoon hangen. En het zijn ook wel nummers die. Allee, dat is de ultieme definitie van een groeiplaat ook wel. Hoe meer dat je hem hoort, dat je ja, toch voilà. ook soms wel de dingen begint te horen. die niet zo instant waren als mm -hmm. op andere platen. En dat je toch voelt van. En we laten we eerlijk zijn, ook tool... In een meer commerciële tijd, zullen we dan maar zeggen, als je het dan zo noemt ten opzichte van die plaat, als je zelfs iets als Enema pakt en zo, mm. wat daar ook allemaal nog op staat, ja, ja, ja. er staan ook wel zo van die nummers op dat je denkt: ah ja, juist, dat je de druk nog opgezet. Ja, die intermedie ja, ook. Dat vond, uh... mo Ik moest ook heel hard lachen met dat, dat pauzenummertje, dat interludium. Dat Jimmy. zo echt. Ja, Jimmy, ja. Uh, voor Jimmy. Ja. Ja, dat je hebt zo... dat ook dat, dat Duitse recept, hè? Ja, ja, ja. De, die, die Aya van Zatan. <laughs> ja, ja. En ja, ja. Vooral dat dat ook altijd geroepen wordt. Zeg, ja, Stefan, ja. als er je wel mee lachen, ja. naar de tool bezig bent of zo, denk dat iedereen altijd wel, het bands, euh, zeker het soort metal dat je speelt, dan je denkt, oh ja, dat zijn wel dingen dat ik anders naar luister. Van, mee, euh, niet alleen goed, maar in, qua inspiratie en zo. Ik ga naar een toolplaat. is gepakt, die laatste plaat, we zijn erover bezig. Die komt uit, ze eh, zijn met Psycho nog bezig. Dan, je luistert ook naar van, dat is een voorbeeld, maar dat is ook iets waar je naar toe wilt, of al vindt dat je... Wat zijn zo de dingen, als jij, specifiek voor de stijl dat je speelt met Psychonaut, waar dat ook tool in je klasse zit van soort, wat denk je, shit, 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 dit is echt cool gedaan, zo, wat zijn dingen waar je zegt, dat zou ik niet durven, of, of daar kom ik nog te kort op, of... Uh... Je wat ik wil zeggen. Ja, 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 ja. Ik bedoel, als, als wij een nieuw sleerplat geven, dan kun je zeggen: Ja, dat is stof of leuk, maar je weet dat je dat eigenlijk niet gaat gebruiken voor je nee, muziek. Nee, nee, nee. Maar dit is wel zoiets dat je dat ik niet anders kan denken: dat dat ook, ja, uh, even kijken is wat de competitie doet of zo. Maar mm -hmm. dan de marktleider, om het zo te zeggen. Ja. ja, dat gaat wel voorspelbaar zijn, maar er is eigenlijk bijvoorbeeld die twee laatste oceanplaten. Ah, toch? Die twee van Aerozoics. Ja. Ik vind dat. Ja, elke plaat is anders, elke band is anders, er is niet een ding als een beter plaat dan anders, gezegd. Hè? Dat is allemaal smaak, maar ik, ik vind dat, ja, ik heb er echt eh, bijna geen woorden voor over hoe, voor hoe goed ik die platen vind van begin tot einde. Um, wat The Ocean bijvoorbeeld vaak doet, is, is een reprise. Hè? Zo tegen het einde van de plaat komt ineens een thema van het eerste nummer terug, uit het niks komt zo een zanglijn terug. Dat zijn ja. dingen waar ik, uh, waar ik echt naar opkijk, dat ik nooit op zou komen om zoiets te doen. De Beatles waren de eerste, denk ik, hè, met Sgt. Pepper's. Mm -hmm. um, zo'n dingen bijvoorbeeld. Eigenlijk, um, ik kijk het meest op naar, echt zo naar bands die dat concept gegeven echt zo nog next level kunnen, kunnen weergeven is door, door zo'n kleine. Dat dingen. is durven, eigenlijk. Dat zo. is mm -hmm. durven en dat is ook gewoon... Ja, ik weet niet, dat is echt zo graven naar, naar dingen die je nog... Ja, die, die nog een stapje verder liggen dan zo de normale dingen waar je aan zou denken. Allee, wie, wie komt daar nu op? Zo, Oké, okay, we hebben acht nummers, er kan nog eentje bij. Wie komt er dan op? Laten we een, een herwerkte versie van het eerste nummer doen. Dus, allee, daar ik nooit aan durven denken. En dan mm. hoorde een band die dat doet. En je denkt van Amai. Mm. Pink Floyd doet dat ook hè, op uh, Wish You Were Here, dat die Shine on Your Crazy Diamond, died ja. terugkomt. De eerste keer dat ik dat door en ik viel van mijn stoel ik zeg van wow, dat vertraagt die ineens. En je zit terug bij nummer 1, precies, ja. dat vind ik geniaal. Reznor doet dat ook. Ah, ja. zo, die ja, nee thema's nine inch nails. Ja, zo, dat dingen dat je denkt, ineens het een piano stuk, je denkt "Oh, zo'n kaas gewoon een stukje, en dan is ineens een riff in een ander nummer. Ah, ja, Valla. En zo, zo ja. Die, die kleine dingen of, of een, een klein thema dat altijd blijft terugkomen, tussen, ja, of je ja, hoort ja. dat ineens onder of achter iets. Ja ja ja. Ja, dat, dat deed hij ook veel. Vond, ik vond dat ook altijd heel knap, dat je zo denkt, wauw man, omdat dat ook u het gevoel geeft dat die over heel de plaat in hebben nagedacht. Hè? Ja, 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 voilà. Dat je niet zo krijgt van... ja wat de, We hebben nu toevallig de zeven nummers die we hebben mm -hmm. in een iets wat logische volgorde achter elkaar geplakt, voilà. en dat was de plaat. Ja, ja. En bij dat soort bands, ja, wat je natuurlijk ook hebt met Pink Floyd, maar ook met The Ocean, met Tool, met jullie, mm. jullie denken in concepten voilà, ook. Hè? Ja. En dat, dat is het ding, een, ja. een, een, een ja, geheel ervaring creëren. Maar wat is, wat is een concept denken? Want... Ik bedoel... Ik was een mee, we hebben ook al wat platen maar als je naar hiernaar, en dan, zeg, dan is dat ook iets heel vaag, hè, een concept. Is dat een, als je bijvoorbeeld met een nieuw plaat begint, ben je met een riff, of ben je echt met, met een boodschap, of, of ben je met een drumritme, uh, of met een sound of een sample. Want de concept, allez, ik wil je niet denken, maar dat is vaag. Hè. Alles ja, ik ja, zou concept. kunnen zeggen, dat maakt toch allemaal uh, nee, niet veel uit nee, nee, voor de is, meeste mensen. Hè, ja. Ja. Hangt ervan af. Heb uh, er je een soundbank bijvoorbeeld, ga je echt dingen in het of heb jij riffs, of zeg jij... Nee, nee, eigenlijk niet. Unfold um, the godman was eigenlijk heel uniek. Dat was echt een, een, een moment zo van: ik heb een idee voor een plaat, voor een concept. Er is nog geen seconde muziek geschreven, maar dit is mijn idee. Hier zijn negen titels. Echt letterlijk, de, de titels van de nummers waren er voor de eerste seconde muziek er was. Nog nooit hadden we, dat we zoiets geprobeerd hadden. En dat werkte supergoed. Dat was echt een totaal andere manier van schrijven, omdat je echt gaat denken van. Een boodschap van een nummer wordt echt bijna even belangrijk als de riffs en, en de tekst en dit en dat. En dan ja, ga je echt op een heel andere manier schrijven. Pak een, een nummer op, op, op een full the Godman, bijvoorbeeld Sananda. Nooit of nooit had ik zoiets kunnen schrijven als ik niet op voorhand wist. Ik wil echt dat dat zo'n soort van healing ding is, hè, gebaseerd op zo wat de Jezus figuur. Eh, had ik nooit geschreven als ik niet eerst dat concept had. Bij The Great Realization nu was dat niet zo. Daar was echt, dat was gewoon, um, ik vind dit cool klinken, dit resoneert, dit voelt goed. Uh, ik heb goesting om gewoon een lang nummer te maken. Uh, en denk halverwege dacht ik zo, dat zijn precies nu zo drie hoofdstukken dat ik heb. En die zeggen precies alle drie iets anders. En dan heb ik dus andersom gewerkt en dan eerder gedacht van, wat voel ik hierbij en wat zou hier dus ook bij kunnen passen qua tekst. En dat werkte ook um, bij een nieuw plaats een beetje tussenin. Voor op, in, in grote lijnen had ik dat idee voor het concept al wel voor we begonnen. Maar daar was het nog veel vrijer. Daar heb ik echt gewoon zo: ja, stoel gepakt, gitaar, oké, okay, tokkelen, wat komt eruit. En, uh, en daar is dat, dat concept er iets later zo echt wel wat opgeschoven. En gelukkig voelde het niet geforceerd, uh, want dat kun we dan natuurlijk wel hebben. Dus het hangt er een beetje van af. Ja, je hebt uh, gezegd, en dat vind ik wel interessant omdat ik wel voel dat, dat heel veel muziek die richting uitgaat. en dat hoorde zelfs dat ik, uh, hoorde in dingen als hip-hop, dat hoort dingen als, als metal, dat hoort ze wat overal, je hebt heb een soort uh, drang, of dat voel ik toch bij veel muzikanten, van zo wat bevrijd te zijn van dat strofe, refrein, strofe, ja. bridge, eh, mm -hmm. nog eens terug naar, naar het refrein gegeven. Ja, dat je zelf zei. Natuurlijk, in dat genre dat jij speelt, is dat ook al veel acceptabeler. Dat dat meer over een sfeer en een, 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 een gevoel gaat. dan over een. Uh, we moeten hier proberen van de haken in de mensen te slaan. En uh, dit wordt een plaatje voor de radio. Ja, ja, voilà. Dat zit er totaal niet in. En toch blijkt dat um, een, een soort toch wel, misschien ook wel gunstige evolutie te zijn tegelijkertijd in de muziek. Dat dat niet meer is waarvoor mensen nu muziek maken. Mm -hmm, mm -hmm. Dat gevoel dat daar zoiets anders. Vond je, heb, de, heb je daar ooit mee bezig gehouden? Of is dat voor u nog meer een bevrijding met die nieuwe platen, ook met de Great Realization? Omdat je ook heel specifiek zei: er komt eigenlijk geen één stuk terug in dat nummer. Weinig, ja. ja. Is dat bij de nieuwe nummers ook zo? Dat gevoel van we gaan echt voor de trip en niet meer voor, voor het andere ding? Er zijn nummers die zo zijn, maar er zijn toch ook een paar ja, traditionelere nummers qua structuur. En mm -hmm. dan is dat ook weer een ding, hè. ik denk dat er een reden is dat dat natuurlijk altijd zo geweest is, hè. die strofe, refrein structuur. Mm -hmm. um, en ik vind ook de, de balans daartussen heel belangrijk. Um, als je een, een plaat hebt met nul herhaling van de seconde 1 tot de laatste, dan denk je dat het ook heel snel beu wordt ofzo. Dat ja. is te veel input. Uh, er is iets aan onze hersenen dat eigenlijk herhaling heel aangenaam vindt. Ik weet ook niet waarom. Uh, maar dus ja, er gaan nummers zijn, eigenlijk zoals een zoals the Godman, die wel een refrein-ish ding hebben. Hè. Mm -hmm. uh, en er zijn nummers die helemaal vrij zijn van begin tot einde, die compleet uh, zoals uh, The Great Realization naar ergens gaan <laughs> via heel veel omwegen zonder herhaling. Ja. Nou, dus ze zijn er allebei. Ja. Jo, de kracht van herhaling heeft soms ook iets heel cool. Vind tuurlijk, ik. ik kan er tuurlijk. soms ook zitten en denk ja, nou, god hem komen. Hè. Ja, en ja, dan ja. komt hem ook en dan, dan voel je zo. <laughs> yes, <laughs> he, want, want dat is soms het ding dat ik... Um, allee, ja, <clears throat> hoe zeg je dat? Dat was een periode dat ik, dat, dat ik niet zo heel veel meer aan het luisteren was uh, naar metal. En sinds dat de een, uh, een Andries nu bij, bij Willy zijn programma heeft en zo... Massa's research doe en dan sowieso mijn richting het smet. Van oh, ik denk dat ga dat wel. Dat je zo nog eens iets hoort dat je zegt, hahaha, ha, ha, nee, ja, ja. ik voel het terug. Hè, want ja, je, ja. Zo, tegelijkertijd kan ik enorm hard houden van een trip. Hè, van te gaan zitten en te zeggen, hier ga ik alleen maar naar waar dat de muziek mij brengt. Mm -hmm. Maar er zijn zo andere momenten. Ik had dat bijvoorbeeld met de laatste Kvelertak, dat er zo paar nummers op stonden waar ik van denk. Hier wilde je nog eens bier in de lucht gooien en iemand om ja, en zo ja. zo dat, dat gevoel miste ik soms een klein beetje ook, omdat ik dacht, ja, het, 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 ik snap dat, het, dat, dat, dat de bands die dat nu zo, het, 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 uh, hoe zeg je dat? Het, het relevante ding doen in Metal, dat zijn meer zo wat een beetje de, de bands die dat inderdaad iets conceptueeler zijn of die hmm. dat zo. He, iets iets langgerekter en dat soort dingen. Je voelt dat ook in black metal zo atmosferischer mm. en groter en meer. En heel veel post dat erin zit. Heel veel, he, dus je voelt zo, zo wat 80s new wave soms ook. Dat ze er dan wat doorgooien gooien. Waar je zo keihard met een sfeer gaat. Mm. En dan mis ik soms een band waar ik van zeg: man, speelt nice een riff. Waar ik iemand zijn kop bij wil ja, kloppen. Ja, ja. Voilà. Zo, omdat dat ook zo soms het. het, het, het uh, het moment is dat je in waarom dat ik into metal was als ik jonger zeerlijk, was, zeerlijk. die mega-agressie dat je daarin kwijt komt. Mm. Zijn er zo'n momenten bij de nieuwe Psycho? Dat je wel voelt van, oh, er zit ook zo'n moment in dat je zegt. Ah! Het zal wel zijn. Het ja. zal wel zijn. Ja. ja, er zitten echt een paar vieze drops in, zoals ze zeggen. Ja, um, ja maar dus afgewisseld hè. Met, uh Lange psychedelische nummers. En dat vind ik. Ik, allez, ik ben daar helemaal uh, akkoord mee. Heb de, soms zit er daar echt goesting in. Mm -hmm. Ik heb ook niet altijd goesting in uh, zo'n megatrip. Hè. Uh, soms wil ik, ik inderdaad ook zo wisten een Gojira opleggen. En gewoon mm -hmm. daar zitten dan drie refreinen in en dat graaf. Dat is ja. tof soms. Ja. Dus ik, het moet er allebei een beetje zijn. Nog, ik, nog ja. wat voor dingen luisterde jij gezegd je zegt, ik wil uh, ik, zo, uh, ik wil even wat de agressie door het goede. Ik wil even zo iets lusten waar ik van zeg: als ik na mijn goesting kreeg, dan uh, mm. pakte ik een sloophamer en haalde ik alle muren van de kamer even neer. Zo. Goh, er is nu zo uh, onze geluidsman Victor. Die uh, is echt fan van, van die. Ik vind dat over-the-top sludge uh, dingen echt. Uh, humanity's last breath. Oké. Okay. Ken je dat? Van hem, ja. Oh, ik heb er nog nooit van gehoord, maar vertel meer. Dus, uh, dat is ik... verschrikkelijk, hè? Dat is. Ja. Maar, maar oh, zalig, hè? dat is echt gewoon, dat kan bijna niet brutaler zijn. Ik heb nog nooit yeah. iets zo hevig gehoord. Yeah. Uh, Primitive Man is nog zoiets dat ja, ken bijvoorbeeld. Ik, nee. oh. Dat ken ik. Uh. Um, ja, dat zijn een, 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 een band mm -hmm. die ik ook heel graag vind, is, uh, is Monuments. Mm -hmm. um, ja. een nieuwe plat, iets minder. Hè, of nieuwe platen. Maar daar dus ben ik ook heel lang zot van geweest: van die toffe Bana Raids Against the Machine. Mm -hmm. uh, maar dan op een eight string zo. Uh, dat vind ik ook wel graaf. Ja, Kojira is ook echt wel een go-to. Uh, Nieuw plaat, nu ook zo nog wat aan het ontdekken. Ja. Um, Hoe vinden ze? Eerste indruk, uh, niet heel heel goed. Maar ik heb dat, met tool had ik dat dus ook niet. En nu, ik vind die Firinoculum nu wel echt geniaal. Dus ja. ik, ik heb dat wel heel vaak Zodat dat een plaat moet groeien. Die in Amazonia vond ik geweldig. Ja. Um, dat is zo heel dat zo dingen, hè? zo Sepultura, Die ja, maar ja, Dat daar ja. heel hard aan Ja. Daar was ik echt zo aan het denken van: ah, oké, okay, dat is zo terug die Dierenkans. Ja, 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 Zo zeggen die. Ja, ja, ja. Dat heel raar geluidje dat er zo in zit. Ja. Zo die... Hoe weet dat? Die Merimbouw zeker? Of wat is dat? Of nee, ik weet, weet niet wat die gebruiken. Oh ja, dat kan ook. Ik in, uh, ja. Ja, want jullie werken ook eigenlijk, eh, zeker op, uh, op, op, de, op, op, op het nummer, eh, The Great Realization, zitten jullie ook meestal wat van die zotte percussie-instrumenten. Je doet keelzang, uh, ja, ja. zelfs een, uh, een, een Mongolische paardenviool. Ik ze dat gewoon opzoeken, Kei want goed. ik dacht: wat is een -cure? Ja. Zo, Wat is dat? En uh, ja, dat blijkt dan zo'n heel zot instrument te zijn. Is dat iets waar je op de nieuwe plaat nog meer mee hebt geëxperimenteerd? Of heeft dat gezegd van we steken er allerlei soorten instrumenten in? Of? Ja, het, het leuke is: um, de nieuwe plaat is nu zogezegd af, maar er is um, nog heel veel ruimte voor zo'n dingen toe te voegen. Ja. Dus, ik zal zeggen, het is voorlopig niet nodig om, om met zo'n dingen nog te zot te doen. Maar ons kennen, dan gaat dat wel gebeuren. <laughs> <Nee>. <laughs> um, hoe meer tijd dat je, je hebt voordat je ze uitbrengt, ja, hoe meer ja, je ja. denkt: oh, wacht even. Dat kan er nog wel ja. bij. Nee, uh, één ja. ding dat, dat een primeur voor ons is, is uh, dat we één nummer uh, een uh, echte piano gaan gebruiken. Oké. Okay. Dat is een primeur. Dat hebben we nog nooit gedaan. Speelt er iemand van jullie piano? Die uh, hadden daar iemand voor vragen. Ja, en wie iemand voor gevraagd. Oké. Okay. Ja. Dus dat is een primeur. En ja, nee, die, die, die Great Realization, hè, omdat dat ook. Um, ik, heb, ik heb er juist wat uitgelegd, die pauze tussen oud verhaal en nieuw verhaal. Maar dat is eigenlijk ook zo eerder gebaseerd op een psychedelische trip. Zo, hè. Mm -hmm. um, en, en daarmee je hebt zo in die vijf hoofdstukken heb je zo een, uh, het punt waar je zo gezegd jezelf compleet verloren bent, en uh, ja, eigenlijk je anker naar de realiteit niet terugvindt. En dat, dat moest gewoon klinken alsof je zo in een jungle. Met zo van die ja, rare gastjes met speren en schilden. Zo, zo ja. achter u zitten en dat ja. moest echt zo klinken. Dus voor dat nummer. Alleen Kiaran, onze producer, haalde dat boven dat instrument. Mm -hmm. En uiteraard kan onze geluidsman Victor dat spelen, die kan alles spelen. Mm -hmm. En dat was direct van ja, ja graaf En dan al die percussiedingsken daarbij, ook echt zalig. Dat wouden we eigenlijk met, met 15 man live doen uh, in één keer, maar dat mocht natuurlijk niet met de corona. Mm. Uh, dus hebben we hebben dat dan in laagjes gedaan, zo met drie, uh, drie tegelijk, zo op, op elkaar altijd. En, uh, ja. Uh, ja, dat paste daar wel echt bij, zo dat oerwoudgevoel. gevoel. Is dat iets dat je zo in de toekomst zie gebeuren als we allemaal terug voor uh, volle zalen mogen staan en dat soort dingen? Dat je zoiets echt een hele. Zo bijna een halve orkest erachter gaat zetten. En zeggen, we begon niet echt full on voor die, voor die sfeer? Ja, daar droom ik al heel lang van. Dat is echt. Mm. Um, ja, zo is een Psychonaut extended, zo gezegd, ja. is, uh, is doen. En dat we dan bijvoorbeeld ook die great realization is live zouden kunnen doen, want voorlopig, ik uh, <laughs> geen idee hoe we dat met drie gaan doen, uh, zonder backing tracks te gebruiken natuurlijk. Mm -hmm. En dat is inderdaad wel een ding. En eigenlijk bijvoorbeeld, er zijn ook wel wat, wat, wat gastmuzikanten geweest um, op, uh, op 24 trips. Onze eerste EP bijvoorbeeld, heeft Stefanie van Brutus uh, meegezongen. Ja. Um, <coughs> Ja, dat zou wel tof zijn om sowieso al die mensen en al die extra laagjes dat onder ons nummer zitten in de studio-versie, om die toch ook eens live te doen. Dus dat is wel mijn droom om sowieso ooit uh, een, een extended set te doen. Ja, Met een extended line-up dan. Ja. ja, dat is zo nou je uh, genre-verleggende derde plaat en je <laughs> zit aan elkaar bezig. <laughs> nou, na, na wereldtours zijn ze nog eens hier. Mm. En ze gaan eens iets zot doen zo. Kan dat nu uitspreken, want kloor, alles wat wij hier uitspreken, dat ja, gebeurt. gebeurt ook mee Jolle. Dus uh, die zullen in ieder geval keihard jaren toe ja. Of die psychedelische trip, waar je zo bezig is, ook weer zo woord. Wat is bij een psychedelische trip? Is dat gapen bed? No Yo. <laughs> ga... ja, Doof. Als, als dat privé is, moet je dat niet zeggen, ja. of zo, maar een psychedelische trip, joh, dat klinkt. Ik was in dat brein of zo. Een beetje een uh, brein wat er in de Stefan ja. de Graaf, zo'n kop, allemaal speelt. <laughs> Drukke bedoeling ja, soms, kijk, denk dat ik. Is, uh, alleen, als, u, als u een band, Psychonaut heet en je uh, schrijft psychedelische muziek, dan zou dat maar belachelijk zijn als je nog nooit een psychedelische ervaring hebt gehad. En... Ja. In onze studententijd hebben wij wel veel geëxperimenteerd. Uh, en zijn er dingen dat neergeschreven of zo? Want ik vind dat altijd wel boeiend of zo. Je hoort dat nog van mensen die dat doen, die, die, dat dat echt een, een extra universum is, waar dat inspiratie uit te halen valt. Klopt dat? Ja, dat klopt eigenlijk volledig. Dat, uh, dat is altijd, je kunt daar niet over praten zonder cheesy te klinken. Hè. Maar dat is mm. zo. Een, bij mij was dat eigenlijk de start van mijn uh, eigenlijk eerste echte spirituele golf zo. Van, van beseffen dat je meer ze dan gewoon. Uh, Geanimeerde vleesrobot in een dood universum niks maakt uit en zo. Ja, dat is wel zo. Dat heeft zowel echt. Ja, er is eigenlijk, eigenlijk heeft dat is elke keer het heel mijn leven veranderd. Dat ja, kan want dat echt kun, niet anders zeggen. Want Je maakt dat mee of zo. Ik vind dat heel fascinerend. Maar ik, ik zou schrik hebben dat als je dan terug eruit ja, stapt, om het dan zo te zeggen, ontauw zijn dat niet veel vergeten. Of is dat dan een kwestie dat je dat onmiddellijk op een of andere manier creatief uh, uitdrukt, neerpint, registreert. Of is dat gewoon, of zie ik het nu echt te, te eng? Is dat gewoon een, een gevolg van meerdere. Is dat ervaringen? niet gewoon een basisverandering van hoe dat je alles ziet. Ja, maar ook <kwijls> als je stapt eigenlijk. Ja. Dus er is er een, 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 een in- en een out bijvoorbeeld. Ja, ze noemen dat eigenlijk um, een value changing drug. Zo gezegd. Mm -hmm. um, je hebt drugs die dat je eigenlijk um, neemt en je bent tijdelijk onder invloed. En tijdelijk krijg je misschien wat nieuwe waarden of ideeën. En werkt dat uit, dan zijn die ook weer weg en uh, over de psychedelische drugs um, ja, wordt wel gezegd dat dat echt iets is. Je doet dat ene keer en je draagt dat echt mee de rest van je leven. En uh, misschien de rest van je leven is veel gezegd, maar dat blijft weken, maanden, soms jaren wel zinderen. Want mm -hmm. dat is iets dat zo ja, ik zou zeggen onvergetelijk is. Ook al is dat op dat moment natuurlijk super bizar en uh, is dat heel moeilijk om daar iets van te maken, wat je nu eigenlijk aan het meemaken bent. Mm -hmm. Maar er is echt, ja gelijk een heel levendige droom die je nooit vergeet en ja. Het is wel uh, heel veel uitgekomen bij mij, dat ik nog altijd... Want dat is, dat is, ik, dat is tien jaar geleden of zo, hè, dan was ik nog aan het studeren. Hè. Want wat zeg jij ja, nu eigenlijk? 31. Ah oh ja, 31. Ja. Wat, was er, ja. Um, wat, wat, wat is er uitgehaald? Wat is er voor u veranderd? Wat, want je kunt bijna letterlijk zeggen dat er een voor en na was dan. Dus ja, ja. wat was dat bij u Bij mij was dat um, een, een gevoel van eenheid vooral eigenlijk, herkennen in de wereld. Mm -hmm. je, je wordt zo... Opgevoed met het idee dat alles, ja, en alles is een ding, alles wordt benoemd apart van, van de rest. En uh, de mens is een mens en dat is een andere mens en dat is een boom en dat is uh, de lucht en dat is een plant. En dat zijn allemaal andere dingen met een eigen naam en die worden begrensd door hun, hun vorm of hun lichaam. En dan, ja, dan zitten daar en dan zie je ineens alles in elkaar vloeien en ademen. En ik, ja, daar zijn geen woorden voor. Hè. Dat is gewoon dat is een, een ervaring van het universum, is misschien meer dan wat onze zintuigen ervan maken. Mm -hmm. Misschien uh, heeft, is het feit dat wij ook uh, toch redelijk afgebakend communiceren met woorden, voor alle dingen, Hij heeft dat ons een klein beetje achteruit gezet ook. Mm -hmm. um, want er is volgens mij ook zo, ik geloof wel in zo uh, de One Consciousness ja. Theory. Ja. Um, dat we zo allemaal delen, maar dat is eigenlijk ja, dat is een heel paradoxaal ding, omdat we wel een individuele ervaring hebben, maar zogezegd wel datzelfde bewustzijn zijn. Mm -hmm. um, ja, dat gevoel van eenheid heb ik daar wel echt uit gehaald. Er ja, zijn wel dingen dat het ondersteunen. Hè? Als je zo kijkt naar heel de civilisaties die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben, toch vaak op dezelfde soort narratieven terechtkomen. Ja. ja, ja. ja. Of hetzelfde soort ideeën of, of dingen ontwikkelen, zelfs onafhankelijk van elkaar. Waar je echt van zegt. Hè? Ik denk dat er ook zo vijf civilisaties zijn die bijvoorbeeld het getal pi onafhankelijk ja, van elkaar ja, ontdekt ja, ja. hebben. Of dat je. Hey, je voelt wel dat er zoiets is dat ons eigenlijk allemaal bindt. Mm -hmm. En we hebben zeker niet de levensstijl dat dat promoot nee, momenteel. Exact, hè? Ja. Integendeel. Mm. De, zelfs zo dat het dat, dat dat eigenlijk al bijna. Al Die dingen worden, worden bekeken als zweverig of, of ja. onrealistisch mm -hmm. of weet ik veel wat. Mm -hmm. Terwijl dat het eigenlijk bijna, je zou bijna kunnen zeggen, dat het ook al even onrealistisch is om te veronderstellen dat wij allemaal maar niks met elkaar te maken hebben. Voilà. Ja. Ja, dat is ook dat ik dat heel absurd. Dat is, ook, dat, is ook, dat, is te, dat is bijna nog veel absurder. Ja, ja. Buna. Terwijl dat, dat iets is dat we veel gemakkelijker zouden aannemen. Enfin, we zijn allemaal individuen op deze dode rots rond de, rond de zon. Mm -hmm. Dan dat je zou zeggen: en nee, wij delen een universum. En wij delen een, een, ja. iets dat in ons zit dat wij niet ontginnen. Mm -hmm. dat wij wel, als we het wel zouden doen, zouden onze mogelijkheden misschien onbegrensd zijn zou misschien ook ja, zouden misschien ook niet elkaar de kop inslaan ofzo? ja misschien zouden we allemaal wat meer psychedelische drugs moeten doen man ik denk ik denk wel sowieso nee maar ik denk wel ik denk ik ben wel zeker dat een aantal van die realiseringen geen kwaad zouden kunnen als meer mensen die zouden hebben ik denk dat je al minder de neiging zou hebben voor iemand anders een kop te gaan inslagen als je die hebt als een verlenging van uzelf of zo je zou ook al veel rapper begrip voor iemand anders hebben dan ja, denk exact, ik. Ja, exact. Als je de ja. anderen zie als een deel van jezelf, dan is er eigenlijk geen verschil tussen een andere helpen of je eigen helpen. Ja. Als je echt één bewustzijn deelt, dan ja. Ja. dan is dit ook een gesprek tussen één ding, zogezegd, met zichzelf hè, wat heel maar dat voel ik zo. hier al keihard <laughs> uh, we zitten hier al helemaal nee, wacht. ik vind het altijd heel fascinerend dat iets in mij heeft dat altijd willen ik heb ooit vroeger paddenstoelen gepakt en het enige dat ik nog herinner is dat ik toen zei, ik ben het centrum van het universum <laughs> en dat iedereen kaart begon te lachen met mij, ja. en dat ik dat echt geloofde op dat ja. moment. En dat is zo gebleven. Ja, dat is nooit veranderd, <laughs> vandaar dat ik dan uh, maar geworden ben wat ik ben. Ja. Nee, maar dat was niet een soort bragging, het gaat allemaal over mij. Dat was ja, ja. meer zo'n soort. Ik voelde dat je, dat je zo'n ding wordt dat zo in het midden zat van iets rondom je, dat gigantisch was, mm. maar, je, maar dat komt ineens allemaal naar u. Mm. En uiteraard mezelf kennende. Ik ben altijd keigoed in alles rond mezelf laten draaien. Dus ik denk dat ik dat dan waarschijnlijk er weer van gemaakt had. Maar op een bepaald punt proefde dat wel nog meer of zo. Was er wel een gevoel, hey, ik zit nog altijd met zo'n soort hoe zeiden dat, Bijna uh, doorsachtige fantasie: van ik ga mm. ergens in een woestijn zitten, ja, ik ga ja. een pakken ja, ja, en ik wil ja, ja. zien wat dat er gebeurt. De Naked Indians. Ja, zo letterlijk <laughs> zo dat ding zien, of dat derde oog is, zoals ja, het uh, ja, ja. bij de Hindoes en zo, en waar ze allemaal over praten: dat je zegt van je, je opent dat deel van je eigen, waar mm. je eigenlijk altijd van gaat lopen, omdat je mm. veel mensen zijn bang was ze dan gewoon tegenkomen. Ja. Zo. Dat is, dat is nooit een ding voor een controlefreak. Nee, zeker Iemand niet. Iemand dat zegt: nee. ik wil alles en ik moet altijd in. Work hard, overgaan. play hard. Uh, al die bullshit. Dat wij ons eigen wijs maken. Dat die het cool is. Mm. En dan denk ik: ja, dat zou. Er zou misschien een moment moeten zijn dat ik zeg, god go, go maar die zin. Mm. En zie eens dus wat dat er dan gebeurt. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat, dat is iets dat ik nooit uh, in goed geweten aan iemand zou kunnen aanraden. Hey, ja. do, neem eens een psychedelische drug, dat, uh, dat wil ik niet op mijn geweten hebben, want uh, het kan enorm misgaan. Hè. Ja. Um, het ding is inderdaad, gewoon probeer op zoek te gaan naar iets groter dan uzelf. Hoe dan ook door muziek, door. Sport, meditatie, yoga, doe iets. Mm -hmm. En het is, ja, ik vind het heel jammer als je nog nooit, die, als je die ervaring nog nooit gehad hebt tot daartoe, maar als je er ook nog nooit naar gezocht hebt, vind ik dat echt jammer of zo voor u. Dan denk ik wel dat je echt iets mist. Mm -hmm. Het is uw recht, hè, maar ik denk wel dat je iets mist dan. Okay. Ja, dat ja, klinkt aannemelijk, uh, klinkt ja. Zeker, ik heb, ik kan ik, uh, nog niet zeggen wie, want het is een van de gasten die gekomen. maar iemand... Uh, uh, ...heel hard met muziek bezig was, die zei bijvoorbeeld ook over muzikale opleiding... ...van... Uh, ...en zei dat heel eloquent... ...hoe belangrijk dat muziek was. Mm. En dat dat echt heel veel miserie zou kunnen oplossen. En dat was eigenlijk exact wat jij ook zei. Mm. Omdat het gewoon ook een deur opent, hè. Mm. Het is, een, het is een, een, een ander soort dimensie of zo. Uh, daarom dat ik ook altijd blij ben dat ik dat ook dat dat een heel belangrijk deel is geweest. Dus ik denk... Zeker de psychedelica zou me ook wel kunnen boeien, maar ik, wat jij net zegt... Voor mij zou ik, ik heb daar nog wel een beetje schrik voor. Om dat controlefreak-ding zo. Misschien ook wel angst om te zien wat je dan wel zou zien of zo. What you really are. Ja, ja, Maar het is wel waar. Erover praten is ook al. Ja. Bij u hoor ik altijd ook op een bepaalde manier heel veel nederigheid. Ja, ja. Ik wil nooit. Uh, doen alsof ik iets meer weet dan een ander of iets begrijp. Ik begrijp niks. Ik, ik weet juist niks. <laughs> ja. ik weet, uh, maar, ja, maar, ook, maar ook in uh, die, 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 die trips en hoe je dingen beziet, het is altijd één. het is een groter geheel of zo. Ja, uh. ja, ze spreken ook van die ego-dood, dat je wel meemaakt. En daar heb ik wel een paar keer echt uh, ja? serieus uh, met de voetjes op de grond getrokken geweest. Ja. Dat is uh, een paar weken echt wel recoveren ze. Ja. Zegt, uh, maar in de long run is het een heel mooi ding, vind ik wel. Maar je kunt het niet combineren, natuurlijk. Waarschijnlijk met nog een dagjob. dat je nog dien hebt of nee, nee. Dan moet, moet je echt zeggen. we gaan tijd pakken hier voor. Sorry mensen, oh, ja. mijn ego is net overleden. <laughs> ik ga toch een week thuis nodig hebben. Eh. <laughs> ik geloof niet meer in de ik eigenlijk. Dus, eh. <coughs> het is wel een zotte, zotte ding, hè? Eh. Ego-dood. Ja, Ego-dood is euh... een kijk, cool woord ook. Ja. Ego-death. Dat ah, is een goede naam van een band. Het ja. zal al wel bestaan, waarschijnlijk. 9 van de 10. De kans is groot, ja. Als we het net verzonnen hebben, dan moet iemand anders het ook al wel gedaan hebben. Ja, maar... ja. Maar ik, ja, ik weet niet, want je voelt toch ook. Also, ik, ben, ik ben heel lang hè, een, een, een mega, um, alleen, ik zou zeggen, bijna niet meer van de school van atheïsten of van antitheïsten al bijna. Dat je bijna zegt van nee nee, ik zou zelfs niet willen dat het waar is. Hè, zo, de, zo dat ja, soort okay. ideeën. Terwijl hoe ouder dat ik word, waarschijnlijk is dat ook zo. Dat is dat typische eh, die uitspraak ook. Never seen an atheist on a battlefield. Eh, zo het, ja, ja, ja. Het, soort, het soort idee van... Als je voelt dat het begint te korten. Eh, en ik zit nog maar 48, dus ik hoop dat ik nog wel even te gaan heb. Maar je begint toch al wel een klein beetje geconfronteerd te worden met je eindigheid. Ja, hè, er, zijn, er, zijn, er zijn andere dingen. En je voelt dat... Uh, ja, ik, wat ik soms wel kan, kan voelen is het feit dat, dat ik snap dat je godsdienst afschrijft als het gaat over het hele georganiseerde gegeven en al de negatieve dingen dat daaraan vasthangen. Maar er kan ook zo'n soort bijna spirituele dood optreden waar je daar niet zo heel blij mee bent. Mm. Alleen dat ik denk dat geloven dat het alleen maar dit en nu en hier en dat is, dat is weinig, hè? Ja. Om, om, om gelukkig mee te zijn. Hè? Dat is hetgeen dat u ook een ja. klein beetje ben isoleert van alles en iedereen anders. Hè? Ja, ik denk inderdaad dat dat ook gewoon. Ja. Misschien is er een link ook tussen uh, toenemend aantal depressies en burn-outs. en eigenlijk het feit dat atheïsme nu. Uh, als je een niet atheïst bent, dan worden eigenlijk door de meeste mensen beschouwd als minder intelligent. Ja, dat is een maar beetje dat het... ding. Hè? Even ja. om het te onderbreken, maar. Zo, ik, ik weet het niet, het komt me nu te binnen, maar zouden ze. Er is heel veel mentaal welzijn, is nu corona heel gebleken. Zouden er cijfers zijn dat bijvoorbeeld, ik zeg net nou iets, bij de moslimgemeenschap in dit land, dat daar minder depressies zouden zijn, minder burn-outs? Dat is een goede vraag. Dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Zeker hoor, dat er nog nooit onderzoek over was. Want dat is eigenlijk waar Misschien dat jij nog... is er al dat wel is... onderzoek dat over. Gij... Gedaan. Dat is waar jij naartoe gaat, eigenlijk. Ja. Op een bepaalde manier. Ho, ik zou niet zeggen, godsdienst is heel moeilijk te, te verdedigen, hè, omdat ja. uiteraard al die vreselijke dingen die zijn gebeurd in het verleden. Maar er is ook mm -hmm. zo het ding: zo van, was dat echt de schuld van godsdienst? Nee, dat was de schuld van de mensen. Hè. Dat, mm -hmm. de godsdienst, wat, wat, wat is dat? Waar is dat? Waar, is, waar ligt de islam of zo? Is dat dat is alleen in de. Je kunt zeggen, oké, okay, dat is dan een boek. Maar mm. die boek doet niks. Hè. Het is nee. uh, de mens die daar iets mee doet, de mens leest, interpreteert, filtert, heel vaak. Mm. En gaat daarmee aan de slag. Dus um, Wat voor mij gewoon belangrijk is, denk, eh, wat mij positief houdt, en ervoor zorgt dat ik niet in een depressie raak, is waar we het nu over hebben, is dat, dat het gevoel van verbondenheid. Van uh, gewoon toegeven ook dat je het niet weet. Of zo. To <laughs> Geef toch als Allee, je moet niet te wetenschappelijk gaan en zo. Mm -hmm. Allee, voor uw geluk is dat denk ik niet goed en uiteraard geloof ik in, je kunt niet geloven in wetenschap. Dat is zo. Hè. Tuurlijk ben ik wetenschappelijk ingesteld, maar er is ook veel dat, dat kan, dat momenteel nog niet verklaard kan worden door wetenschap. Ooit mm -hmm. wel, sowieso, ooit wel. Maar uh, daar moeten durven naar op zoek gaan vinden. Nou, misschien ook niet. Hè. Dat is dat is hey, ook het, mooi, niet, het mooie ja. ervan dat je misschien wel zoiets zet als de om het namer op een hele. Vage manier te zeggen, een soort divine spark, zoiets ja, dat ja. je niet kunt uitleggen, waar ook nooit een uitleg voor is. Mm, ja, dat is dus je ze zeggen: van, uh, <clears throat> Wat is een ziel, wat mocht u? Ja. Wat dat jij zei, is dat alleen maar de, 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 de connecties dat jij maakt en de, de, de elektriciteit dat dat dingen verbindt in uw ja, hersenen? Ja. Of zijn daar bepaalde dingen. Die, die dat overstijgen, waar ja, dat veel ja. meer ondergang is en dat we nooit gewoon kunnen uitleggen. En ja. waar we altijd iets voor gaan zoeken, zij het dan een god, zij het dan een collectief bewustzijn, zij mm. het is eender wat, dat je probeert om daar om daaraan te geven. Ik, ik, ik ben ook niet zo'n hele grote fan, hoe ouder ik word, voel ik ook vaak dat, ja, ja, we gaan verder met genetica, we gaan verder met dit en verder met dat en we kunnen meer en meer verklaren waar alles vandaan komt. En intussen gaat er een hele hoop magie en mysterie weg. Voilà, het is en je misschien Voelde ze hoe meer en meer op den duur en je denkt. Ja, het is, hè, tegelijkertijd hou ik ook wel van dingen kunnen verklaren. Hè, dat je niet meer de donder hoort en denkt: oh, oh, oh de goden zijn kwaad. Hè, zo. Dus het heeft ook voordelen dat je wel, dat je wel meer en meer realiseert mm -hmm. dat er ook heel veel dingen zijn die een logische verklaring hebben. Mm -hmm. Maar ik denk wel doordat je ja, Ego Death bestaat dus kijk eens aan, kijk. we wisten dat het kon ook niet anders en dat er een band was dat zo. Uiteraard heet. ook metalcore, ja, Uiteraard. Metalcore dan ook. Dat is ja. zo het genre dat totaal niet past bij die naam zo. Met ego Death zitten dan te hopen ah transcendentale muziek die dat zo nee nee brute breakdowns in elkaar die niet aanslagen En af en toe uh, een uh, soaring uh, open zanglijn. Zo, dat soort dingen. Ja. Je weet dat nooit. Maar in ieder geval... Nee, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik vind het heel fascinerend mee, mee, ouder te worden, dat ik toch zo ook voel dat ik begin, begin af te stappen van het idee dat het, dat het alleen dit maar is. De kon ik, vroeger kon ik daar een soort uh, hoe zeg je dat, comfort uithalen. Mm. Van, het is maar dit en... Fuck you, allemaal, en dat is wat het is. Het neemt uw verantwoordelijkheid wel weg, ook. Hè? Ja, Het, een het klein, maakt alles wel losser. <laughs> ja, ja, een klein ja. beetje, hè? You don't have to give a shit, hè? Het is ja. toch allemaal maar wat dat, hè? In a hundred years, who's gonna care? Nee, ja, ja, ja. So ja. En dat geeft u, denk, dat, ik denk dat misschien ook wat je nu wel omgekeerd ziet bij jonge mensen, merk ik, omdat, omdat daar toch ook gevoeld dat zo niet, niet noodzakelijk. Um, godsdienst, maar wel zoiets spiritueler, toch wat onder comeback mm. bezig is. Ja, absoluut. Dat je toch ja. voelt van, nou oké, okay, veel jonge mensen beginnen dat toch anders te zien. Mm. De ontegensprekelijke koelheid van de atheïst is oh. wel een beetje gedaan. Dat is een beetje aan het eindigen. En dan ja. nihilistische, cynistische is ook zo wat minder ja. cool. Hè. En dat is heel aanbetaand, uh. want er was helemaal een comedy op gebaseerd. <laughs> dus, dus ik voel wel zo, gevoel dat je, dat je toch als mens ook weer al zo die groei moet doorstaan. En dat je ook voelt van ja, je moet toch een beetje eerlijk blijven. On, on je, de, als je je eigen in vraag begint te stellen, moet je er ook wel mee meegon. Zo, wat waar je dan ook terechtkomt. Ja, klopt. Ja. Wat niet altijd de plek is waar je wilt zijn, soms nee. ook. Omdat, uh, omdat je voelt van... Uh, shit. So, I had this. Ja, ja, so, ja. Die heel hard. Ik had deze En ja. nu denk je... Kut. Nee, dat is niet waar. Ik heb hier helemaal niks. Nee, this nee. sucks. Hè? Daarom denk ik wel dat we soms ook in zo van die turbulente tijden zitten. Omdat je heel veel zekerheden waar je gewoon vasthoudt en dan denk ik dat we misschien mooi rond zijn ja, ja, voilà. met, uh, met met, met dat, dat moment van realisatie de great realization ja. dat eigenlijk zo dat moment dat je terecht komt op het punt dat je denkt ja maar ik zit niet al mijn leven maar wat dan doen. ja 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 en misschien, dat is, is, dat, een misschien een... is dat ja. de great realization Voilà. ja ja nee? voilà. Dat, is, dat is voor dat is iedereen zijn eigen inzicht hè, dat hij maakt um, maar dat is heel confronterend. Hè? Mm -hmm. Wat doe je inderdaad als je zo ineens zo een ervaring meemaakt? En, en ja, kijk, Dus oké, okay, alles wat ik de laatste dertig jaar heb geloofd, dat is nu eigenlijk precies niet meer waar. Mm -hmm. En ik moet er ook niet kwaad voor zijn op weigen, hè? Dat is uh, een proces. Alleen, als je ook gelooft zo in een beker dat, dat je op je pad zit of zo, dan was dat nodig ook. Hè? Dan moest je even gewoon volgens je karmisch pad of zo dat even maar meemaken. Mm -hmm. Anders waren de hier niet geraakt of zo. Dat geloof ik ook wel ergens gezien. Wat gebeurt dat uh, is wat er moet gebeuren of zo. Ja. Mm -hmm. ja, geeft mij ook zo wat rust in. Uh, de, als er iets misgaat, dan probeer ik dat ook zo wat te zien. Ja, dat is blijkbaar nodig of zo. De, het universum weet wat, de, wat ze doet, zeker. Is het een zij? Ja. <laughs> Laten we voor politiek correct te zijn, maar veronderstellen dat het zij is. Ja, voilà, Aan ja. de andere kant denk ik ook. Als een gast was, was het waarschijnlijk beter georganiseerd. <laughs> Alle, alle. Come on, we moesten toch eventjes eindigen met deze. Ja, man, ja, zeg, ja, ja. Als we die richting weer gaan uitgaan. Zo, ik wil ook de mensen niet volledig teleurstellen. Nee, er is nog een, altijd een deel van mij dat uh, walgelijk is. Maar ik besef het nu al wel zelf. En dat is misschien mijn ego-death. Ik mm. weet dat niet. We zullen wel zien. In ieder geval, Stefan, merci voor langs te komen. Eh, um, uh, ik zal nog eventjes herhalen. 14 mei verschijnt Emerald Split EP met de band uh, Saver. Heel cool. Uh, om te beluisteren, zeker het nummer The Great Realization. Goed voor 16 minuten 32 seconden. Dus je weet wel wat doen. Dat is allemaal cool. Merci om hier te zijn. Heel veel succes. Tegen Rekker. dat jullie dan weer binnen twee jaar hier terug zijn en arenas vullen. Ja. We... Ik kon gewoon dat soort dingen zeggen. Wie weet, wat gebeurt er Wie dan weet. allemaal. Wie weet. We zullen wel zien. Doe uh, doet heel hard de groeten om de rest van de guys. Uh, als je de nieuwe plaat uit hebt, dan kom er nog maar eens langs. en zo heel moet, uh, graag. Dan we het daar nog, voilà, nog iets over hebben. Nog iets dat je moet pluggen? ja. Wat? Nog iets dat je moet plugen livestreams, dergelijke, er nog aan zitten komen? Um, wanneer komt deze online? Mm, uh, redelijk snel. Voor volgende week donderdag? Mm. Hoe, was het, hoe was het op de stream? <laughs> Shit. <laughs> snel, vertel hoe het was! Nee, um, ja, donderdag 13 mei, denk ik, hebben wij nog een livestream um, in de sint ja, Sint-Pieter is op Dijingent met Hemelbestormer. Ah, cool. Okay. Die zijn er ook ja. geweest. Ja. Ja. ja, dus als het... Hè. Mm -hmm. Misschien is dat dus morgen of ik weet niet. <laughs> 13. Nee. 13. Ja. Als het nog moet komen, Alem daarheen. Ja. En uh, als het al geweest is... Hoe was het? Ja, <laughs> voilà. <laughs> ja. En even voor de rest eigenlijk. Um, Arc Tangent is onze eerste show in, uh, in Engeland uh, in augustus. De eerste echte show. We zullen zien. Mm -hmm. Of het kan. Waar, waar, in, uh, waar in Engeland? Arc Tangent in Bristol. Bristol. Ja, is Bristol. Bekend, right. bekend, bekend festival, hè? Ja. Zeker okay. voor jullie. Schoon, mm -hmm. schoon, ja, schoon ja, ja, ja. festival om te spelen. Ja, absoluut. Oh, en voor cool. de rest, ja. Um, geniet van Emerald gewoon, hè? Alleen laat weten wat je ervan vindt. En uh, mm -hmm. voilà. Voilà. Iedereen, dat zijn wijze woorden om mee verder te gaan. Ons ego is dood, ons derde oog staat open. Perfect. We zijn er helemaal klaar voor en denk eraan: er is meer dan jijzelf. En het centrum van het universum. Is nog steeds Alex Agnew. Zo, so, dat was het voor ons voor deze keer. Ik ben Alex, dat is Andries. Wij zijn welcome to the AA. Dit was Stefan de Graaf van Psychonaut. En volgende week zijn wij we er terug when we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to calling from the